zal eerst iets vertellen over mezelf. Een aantal mensen zullen mij kennen, maar een aantal mensen, het grootste gedeelte denk ik niet. Ik ben geboren in een heel klein dorpje tegen de Lauwerszee aan. Toen was het nog Lauwerszee en dat was Oudwoude. En mijn ooms en mijn... Tot zover mocht ik lopen, hè? Ja, oké. Okay. Oh, ik moet deze kant uit. mijn ooms die waren boer en ik had maar één wens. Ik wilde boer worden. Alleen, mijn vader had niet zo'n goede gezondheid, dus die werd onderwijzer. En ik, dat was niet direct dat ik boer kon worden. Opa zijn boerderij werd verkocht. En zoals je weet, als je één keer boer af bent, dan kun je alles proberen, maar je wordt in Nederland geen boer meer. Ik wou toch graag boer worden, dus ik ben naar de lagere landbouwschool gegaan, want dat was mooi. En het zijn nog altijd de beste herinneringen die ik aan mijn hele landbouwkundige opleiding heb gehad. Zijn de 4 jaar lagere land- en tuinbouwschool in Buitenpost. Ja, want je leerde er maar motoren sleutelen, je leerde er zagen, je leerde er van alles en nog wat. En het was gewoon heel leuk. Na de tijd ben ik middelbare landbouwschool gegaan in Dokkum. En daar had je ook nog techniek en lassen en akkerbouw en veehouderij, schitterend. En nog daarna ben ik naar de hogere landbouwschool gegaan in Leeuwarden. En dan ontmoet je mensen, en dan, ik weet niet of bij jullie het leven ook wel eens gaat, maar je ontmoet je mensen die inspirerend zijn. En ik heb in die tijd een leraar die... Dat was Sjoerd Gebrandy en meneer Simons. Dat waren mensen die leefden voor hun vak. Nou, die vlam is overgeslagen. Dus ik heb nog steeds microbiologie en biochemie, organische chemie. Dat zijn nog steeds hobbyvakken van me. En het leuke van die vakken is, en dat heb ik daar toen ook al geleerd, als je die vakken een beetje tot je eigen maakt, dan maak je die dag, dat maak je mee in je eigen boerenbedrijf elke dag. En het is zo jammer dat we daar, ik denk vandaag de dag nog steeds, veel te weinig doen aan die basiskennis van land- en tuinbouw. Heel simpel, scheikunde, natuurkunde en een beetje wiskunde. Het is zo jammer dat dat niet op die scholen, kijk dat het gegeven wordt, dat geloof ik nog wel. Maar je moet het levend maken. Je moet het maken dat je het alle dagen begrijpt. Ja? Net als H2O is water, maar ja, H2OOI is hooi. Maar als je H2O ziet... Ja, en je weet hoe dat werkt, dan snap je ook dat water stroomt, dat het kan bevriezen, dat er maar alles mee kan. En dat je er voordeel, dat je er ook mee kunt beregenen. En als je op een warme grond koud water gooit, dat het water niet in de grond gaat, maar naar boven gaat. Dus dan ben je aan het beregenen voor niks. Maar nou, als je die kleine natuurkundige dingen niet op school hebt gehad, dan zit je midden overdag met de zon 40 graden, op mijn part 38 graden op de grond te schijnen, ben je aan het beregenen. Nou, dat is directe toegepaste natuurkunde op je land- en tuinbouwbedrijf. Nou, dat zijn van die dingen, die heb ik daar geleerd. Het is nog steeds mijn hobby. Daarna ben ik een aantal jaren landbouwvoorlichter geweest in Brazilië. En toen ik daarvan terugkwam, heb ik in Zuid-Nederland gewerkt voor een gewasbeschermingsbemestingsbedrijf. En daar heb ik 18 jaar ben ik daar geweest. Ik ben begonnen als juniorvertegenwoordiger. En toen ik wegging, mocht ik mijn mede-eigenaar noemen. Alleen de andere eigenaren die hadden niet helemaal met mijn richting eens, dus ik was ook weer eigenaar af. Nou, zo gaat dat dan. En toen ben ik in contact gekomen met een meneer uit Noordwolde. En die heeft het bedrijf Agriton opgericht en dat ging over duurzame land- en tuinbouw. Toen was duurzame land- en tuinbouw stond nog in zijn kinderschoenen. De mensen die mij toen kenden, die zeggen, ja, maar ga jij nou doen, joh? Je gaat toch niet met die geitenwolle sokken mensen in zee? Maar mijn periode... Die ik gewerkt heb in Zuid-Nederland, bij dat bedrijf, heb ik wel gezien toen ik begon in dit vak, en ik vond het een schitterend vak, in de tarwe deden we 1 bespuiting, ja, en dat deden we ook nog vaak in het najaar, misschien het voorjaar nog een beetje met groeistoffen, en dan was alle problemen in de tarwe waren weg, waren schoon. En we hadden 1 meeldoormiddel, dat was Bylaton, en dat gebruikten we niet eens in elke teelt. En nou, ook elke teelt werd niet bespoten met dimethoate of parathion tegen de luizen. En dat was heel gewoon. Mais spoten we 1 keer met een paar liter atrazine en wat olie en dan was het klaar. Ja? Aardappelen, kilootje Senkor, over. Dan was dat ook klaar. En als ik heb gezien door de tijd heen, hoe langer ik daar werkte en ik ben steeds op de boer blijven komen, eigenlijk hadden we steeds meer nodig om wel meer uiteindelijk te bereiken. Maar ik had soms mijn vraagstellingen ook met de bemesting en dergelijke, of we hier nu nou werkelijk meer boven water halen. Want daar gaat het uiteindelijk toch om. Hè? Dat je op een gegeven moment met al je inspanning een rendement haalt van je boerenbedrijf. En het is natuurlijk prachtig. Zowel, het geldt zowel voor de veehouderij als in de akkerbouw. Ja, ik zag toevallig van de CRV zag ik het staatje van de laatste 10 jaar wat de veehouders wat de coöperatie met hun fokbeleid hebben gered. Eigenlijk, als je heel eerlijk bent, zijn we er op kilogrammen vet en eiwit op achteruit gegaan. 10 jaar fokken. Ja? Meer krachtvoer erin. Hoogwaardiger voer. We praten erover. Eindresultaat, minder kilogrammen
vet en eiwit. Nou, als dat vooruitgang is, ja, en wat er nog bij komt, we fokken nu de laatste 5, 6, 7 jaar op een doel dat we ons melkvee ouder moeten laten worden. En we zijn een maand teruggelopen. Nou, dat noem ik geen vooruitgang, dat noem ik achteruitgang. En dan moeten we op een gegeven moment gaan nadenken in mijn visie van jongens, zitten wij wel op de goede weg? Zijn we wel bezig met een lange termijn visie om dat rendement uiteindelijk omhoog te krijgen? Kijk, als jij op een gegeven moment 3,2 lactaties uit een koe haalt, dat houdt in dat zo'n beestje maar 5,5 jaar oud wordt. Een koe die ook 14, 15 jaar oud kan worden. Nou, dat wel extreem, weet ik, maar het kan wel. En dan denk ik niet dat wij op dit moment wakker genoeg zijn met z'n allen om die kant uit te gaan. Maar goed, ik heb daar 17 jaar gewerkt, kwam bij Agriton in contact, of 18 jaar, kwam bij Agriton in contact. En die had het over duurzame land- en tuinbouw. Nou, mijn ervaringen waar ik toen mee bezig was, maakte eigenlijk wel duidelijk. Dat lag me wel. Ik wilde daar wel mee over nadenken. En Frits had goede ideeën. Het was een ontzettend opportunist. Maar ja, dat heb je vaak bij opportunisten. Daar zitten enkele sprankelende ideeën tussen. Dan moet je. Het is natuurlijk niet allemaal waarheid wat er met een opportunist boven komt. Maar bij hem kwamen er wel een aantal dingen boven. Ik denk, hey, daar zit wat in. Hij zei onder andere dat drijfmest. Hij zei, ja, dat is een waanzinproduct. Dan zei ik, Frits, waarom denk je dat? Nou, zei hij dan van, kijk, die koe die heeft twee uitgangen aan de achterkant onder de staart. Ja? En die urine komt in de natuur nooit bij de mest. In de natuur, als wij iets niet begrijpen in de natuur, hoe iets werkt, zegt dat niks over de natuur, maar zegt alles over ons. Hij zei, dat hoort niet bij elkaar, want die mest die moet verteren door microbiologie. En die urine die is hartstikke zout. En waarvoor gebruiken we zout? Om bijvoorbeeld in te maken, ja? Dus om groente in te maken in de zoutpot en dergelijke. Waarom zouten we een haring? Om te conserveren dat wij die haring op kunnen eten en de bacteriën niet. Daarom dopen we in zout. Ja? Dus die zout, urine, die hoort eigenlijk niet bij de mest. Dus zijn visie daaruit was dat drijfmest is een slecht product. Nou ja, goed. Die ideeën die daaruit voortkomen, die lagen mij wel. En ja, ik werk er nu inmiddels ook alweer, dat is 20 jaar, 21, nee, 21 jaar denk ik, ja. Goed, mooi bedrijf, prachtig. En ik doe het al die jaren dat ik er zit met heel veel plezier en nog steeds met veel plezier. En toen Andries mij benaderde, op een gegeven moment was Andries die mij benaderde of ik eens een verhaal wilde vertellen over onze visie in land- en tuinbouw. Nou, onze visie is natuurlijk voor een heel groot gedeelte gekleurd. Mijn visie zal ook gekleurd zijn. Dus ik ben vanavond niet, je moet niet denken dat ik vanavond hier alle oplossingen vertel. U moet ook niet aannemen dat ik de waarheid vertel. Ja, neem maar rustig aan dat ik de waarheid niet vertel. Vind ik helemaal niet erg. Als je het er niet mee eens bent, wat de voorzitter al zei, trek je maar omhoog. En als je vindt dat ik onzin vertel, mag je dat ook rustig zeggen. Maar dan krijgen we tenminste discussie erover. En daar wil ik eigenlijk vanavond het een en ander over vertellen. De voorzitter zou me stoppen als we op de pauze zitten, dus dan hou ik hem in de gaten. En ik moet mij bewegen tussen dit lijntje en ik mag tot aan dit lijntje, want anders kom ik uit de camera. Oh, mag ik nog verder? Oh, zo. Goed. Maar even kijken, er lag hier een afstandsbediening. Nee, die is niet. Nee, onder de monitor, zegt hij. Oh, ja, daar ligt hij al. Goed. En ik weet ook zeker het verhaal wat ik vanavond vertel. Ik heb haar niet gebeld. Ja, ze weet het niet. Maar ik weet ook zeker dat ik namens haar jullie ook allemaal welkom mag houden met het verhaal wat ik vanavond ga vertellen. En het eerste waar ik eigenlijk mee wil gaan brengen zijn de thema's. Want Andries die gaf mij een aantal thema's aan. Hij zegt, Jan, ik wil graag dat je een aantal thema's hebt. En die wil ik even met jullie doornemen. De eerste vraag die er opkwam is, kunnen we zonder kunstmest? Ik heb net met een van de bestuursleden gesproken, Detmar, jullie kennen hem wel. Ja, die heeft dus de vraag al beantwoord, dus die kunnen we overslaan. Nee, ik zie een aantal mensen niet bevestigen, dus dan gaan we daar straks toch even mee bezig. Ja? Kunnen we vasthouden aan ons huidige bouwplan zonder kunstmest? Kan dat überhaupt? Ja? Niet dat ik dat weet, maar ik heb er wel een visie over. En daar probeer ik ook met jullie straks van gedachten over te wisselen. Wat is er een verschil in visie tussen zand- en kleigrond? Ja, gaan we ook kijken of we daar iets nuttigs over kunnen zeggen. Zijn er alternatieven? Komt uit de vragen naar voren. En dit is ook eentje. Wat is er nodig om mestkwaliteit te verhogen? Nou, daar heeft de man die ons bedrijf opgericht heeft daar heel veel aan gewerkt.
En daar zijn wel mogelijkheden. Dus daar ga ik ook nog wat van vertellen. En produceren we water of produceren we droge stof? Sommige vakgebieden, dan wordt het echt op droge stof afgerekend. In sommige stukken van de akkerbouw wordt er op taal afgerekend. En helaas wordt er in sommige takken ook op water afgerekend. Ja? Heel groot verschil. Hoe kijk je ernaar? En gaan we naar wat men zo mooi noemt nutrients dense food, kijken we ook naar het aantal nutriënten wat er in het product zit wat wij afleveren. Dus daar wou ik graag met jullie het een over vertellen. En ik had dit kopje meegenomen en dat heb ik niet zonder reden meegenomen. Ik ga even uit beeld horen, meneer de cameraman, want ik moet even naar het midden van de zaal. Zo zit ik ongeveer in het midden. Kijk, dit weten jullie allemaal wat dit is, hè? Zien jullie het allemaal? Ja. En aan dit kopje zit een oortje. Geloof je me? Hoe kun je me nou geloven? Je ziet toch geen oortje? Je ziet helemaal geen oortje. Hoe kun jij nou weten dat er een oortje aan zit? Je vergelijkt het met een kopje, maar je weet niet of hetzelfde is. Je vergelijkt het wel, maar je weet het niet. En waar zit volgens jullie het oortje? Zit er een oortje aan van die kant? Ja, maar wat is dat? Links of rechts? Voor mij rechts. Nee, dat vraag ik niet wat voor jou is. Dat is niet belangrijk. Zit het links of zit het rechts? Het zit rechts. En jullie, waar zit het oortje? Zie je een oortje überhaupt? Ja. Er zit wel iets aan. Niet iedereen kan zien dat het een oortje is, maar er zit iets aan. Links of rechts? Ja, aan de voorkant, zegt hij. En hierachter, maar wat denken jullie ervan? Ja. Nou, dat is eigenlijk waar wij het nu vanavond over gaan hebben. Dan is dit het onderwerp. En zo kijken we er dus van alle kanten verschillend naar. En dat is wel heel belangrijk bij dit onderwerp, want het heeft heel veel verschillende kanten. Net als dit kopje. En hoe krijgen we pas een goed beeld op dit kopje? Door al die beelden proberen samen te voegen. Dat zij vragen aan jullie van, hoe kan het nou dat jullie geen kopje zien? Geen oortje zien. En niet, er zit geen oortje aan dat ding. En zo gaat het eigenlijk ook met mestbeleid. En daar heeft Carola dus ook het een en ander mee te maken. Van, we moeten kijken met z'n allen, en breder kijken dan ons eigen vakgebied naar mijn mening, wat er aan de hand is met ons hele mestbeleid. En ik heb een paar voorbeelden meegenomen, ik mocht hier kijken. Ja? En staat die daar ook? Kunnen jullie dat lezen? Ja? Ja. Daar staat kunst tussen haakjes met mest eronder. Ja, wij gaan het over kunstmest hebben. En nou ja, de volgende cirkeltje, dat zal voor heel mensen heel simpel zijn. Ja? Dat kunstmest, dat heeft natuurlijk met de boerenstand en kunstmest, behalve dan een aantal mensen die al in biologisch zijn, maar er ligt natuurlijk een hele sterke lijn. Die boer heeft een visie over kunstmest en voor die boer is kunstmest belangrijk. En voor het grootste gedeelte is die kunstmest afhankelijk. Die kunstmest is verantwoordelijk voor een goede opbrengst in het gewas. En zo kijkt hij naar kunstmest. En hij heeft keurige tabellen van gewasgroep 0, 1, 2, 3, 4. En hij heeft aan de andere kant keurige lijnen van wat het gehalte in de bodem is. En daar lezen wij keurig uit af hoeveel wij van stikstof, fosfaat en kalium mogen geven. Nou, en dan gaan we er wat spelen met die getallen. Ja, kijken of we toch niet stiekem iets meer kunnen geven dan er eigenlijk op dat tabelletje staat. En dan groeien we daar een gewas mee. En zo zit onze de boerenvisie naar kunstmest eigenlijk al, ik weet ik generaliseer een beetje, maar zo zit de boerenvisie over de hele linie wel een beetje in elkaar. En is dat goed of verkeerd? Dat is eigenlijk niet goed en niet verkeerd. Dat is eigenlijk gewoon de realiteit, want zo zijn we met z'n allen, ook ik, in mijn opleiding zijn we gewoon mee opgevoed. Zo moet het. Het was toen nog PW en PAL. Nou, PW mag niet meer, het moet nu PAE zijn, ander middeltje. Ja. En zo wordt er ook naar de stikstof wat anders gekeken en dergelijke. Maar goed, als ik kijk naar stikstof bij die boer, hier in Nederland hebben we het over 25 kilogram per ton tarwe. In Engeland heeft men het nu al dat men naar 350, 360 kilogram zuivere stikstof voor een hectare tarwe. Want ja, jongens, we moeten die 15 ton halen. Ja? En waarom vraag ik die mensen in Engeland, want daar vertoef ik nog wel een stukje van mijn tijd, why do you need? Ja? 15 tons. En dan ga ik calculeren. Ja, maar jongens, ik sta wel boven in het lijstje. Ja, nou, dan als dat een hobby maar geld kost. Ik graag een motorfiets, kost ook geld. Als je 15 ton tarwe wilt verbouwen, kost ook geld. Goed, dat is de visie van de boer. Maar was het nu maar zo dat het alleen die boer wist? Ja, was het alleen maar zo, dat weet ik niet eens. Want als je er goed naar neerkijkt, naar het hele plaatje, dan zijn er veel andere dingen ook nog aan de hand. En nou zou die moeten komen. Ja. Primair is die boer gebruikt kunstmest voor voedselproductie. Of het nou een akkerbouwer is of een veehouderij, we groeien kunstmest voor voedselproductie. Die voedselproductie voor die melkveehouder is melk
vlees, ja, kaas, noem alles maar op. En die akkerbouwer die zou eigenlijk de wereld moeten voeden. Ja? En in 2050 zouden er 9 miljard mensen op deze aarde leven. 9 miljard. Ja? En die 9 miljard die zouden gevoed moeten worden. Dat is een van de slogans waar heel veel mensen mee lopen. We moeten kunstmest gebruiken, anders kunnen wij de wereldbevolking niet voeden. Ja, dat zijn heel veel aannames zitten daaraan. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Als we morgen allemaal vegetariër worden, dan kan het makkelijk. Geen enkel probleem. En als we nou morgen, vanaf morgen niks meer weggooien, we gooien meer dan een derde van hetgene wat we kopen op in onze koelkast, komt nooit in onze buik terecht. Ja? Als we daar anders mee om zouden gaan, kunnen we ook makkelijk die wereld voeden. En als we het wat eerlijker zouden verdelen over de wereld, zouden we het ook makkelijk kunnen voeden. Dus je moet daar wel een beetje naar mijn visie, een beetje kritisch naar kijken. Is dat wel zo, jongens? Hebben we al die kunstmest en de gewasbeschermer en alles wel nodig voor dat doel? Dat die boer er een inkomen uit moet halen, dat zal een paal boven water staan. Ja, als je geen inkomen hebt, stopt het. Klaar. Maar het argument dat we de wereld moeten voeden, ja, als we nog gewassen gebouwen om biogas van te maken, en zo zijn er nog wel, of hele hectare zetten waar we zonnepanelen op zetten, die gaan dan wel ten koste van de wereldvoeding. Maar ook het dieet en de manier van eten kan daar best nog het een en ander aan veranderen. De verwerkende industrie heeft ook nogal wat met kunstmest te maken. Ja? Ook in de advisering met kunstmest. Als ik in de veenkolonie zit en ik heb mijn onderwatergewicht van mijn aardappelen niet goed, dat maakt die boer in wezen niet uit. Hey, als die per kilo verkocht wordt. Maar het onderwatergewicht heeft wel te maken met de verwerking. De frietboer die zijn aardappel heeft, die wil zijn aardappelen voor een bepaalde, die moet een bepaald droge stofgehalte hebben, zodat je hele mooie gelijkmatige, niet te bruin, niet te gele friets krijgt. Heb ik nou aardappelen met een te hoog zetmeelgehalte, of een te hoog onderwatergewicht, dan bakken mijn frietjes bruin of zwart. Dus dan kan die boer wel zeggen, jongen, moet luisteren, ik wil eigenlijk geen kalium meer gebruiken. Maar hij weet ook, als hij kaliumchloride gebruikt, dat zijn onderwatergewicht naar beneden gaat en dat hij geen problemen heeft met zwarte of bruine friet. Dus dan is die relatie in één keer met kunstmest en die boer, die is er wel. Alleen de druk voor het gebruik, ja, ligt ergens heel anders. Die ligt eigenlijk bij de verwerkende industrie. Dus ook die verwerkende industrie moet naar dat kopje kijken. Evenals die voedselproductie moet naar dat kopje kijken van waar we mee bezig zijn. Maar er zijn er nog veel meer die zich hier allemaal mee bezighouden. En dat druk nog een keer. De economie is ook zo'n ding wat zich ermee bezighoudt. Want uiteindelijk, als we meer kilo's hebben, ja, en er is meer geld in omloop, dan is dat een economische bedrijvigheid. Dus die gaan ook kijken, die kijken nog niet zo eens naar andere factoren waar we vandaag de dag met milieu over bezig zijn. Ook die kijken heel veel naar kunstmest vanuit economisch oogpunt. Er is niks mis mee dat je naar kijkt. Alleen het geeft een bepaalde polarisatie van het totale beeld. We gaan verder. Ja? De fabrikant van kunstmest, die kijkt er natuurlijk met zijn visie naar. En als jij bij DSM zo'n grote machine hebt stampen die van luchtstikstof korrelstikstof maakt, ja, dan probeer je toch zoveel mogelijk kilo's door de machine te krijgen, maar dan gaat je kostprijs naar beneden. En dat geldt niet alleen voor stikstof, maar dat geldt ook voor fosfaat en dat geldt ook voor kali. Dus ook die heeft zijn invloed en zijn ideeën erop. De exportwaarde, ja, en we exporteren nogal wat met z'n allen. Als ik kijk, de exportwaarde van de landbouw, ja, is 92 miljard euro. Moet even over nadenken. Dat is gigantisch veel geld. En daar blijft ongeveer van over om belasting over te hebben, als ik de kosten over heb. Dan blijft er een som over van 44 miljard euro. En van die 44 miljard, daar mag onze overheid een belasting over heffen. En dat komt in de staatskas. Dus ook die hebben er belang bij dat er zoveel kilo's geëxporteerd worden. Hoe meer pootaardappelen er over het water verdwijnen, hoe liever ze het hebben. En hoe meer kilo's. Ja, maar hebben wel in wezen weer met de bemesting te maken. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Een overheid, die kijkt ernaar, ja, die heeft zijn. Dan hebben we de milieubeweging niet te vergeten. Ja, die kijken het met een heel andere kant tegenaan. Die vinden alles ach en wee. De politiek, ja, Partij voor de Dieren, die bemoeit zich er ook mee. Want het is misschien nog wel niet direct voor de dieren op vier voeten en dergelijke. Maar die diertjes die in de bodem zitten, dat zijn ook dieren, dus daar moeten we ook voor opkomen. Die hebben hun visie. Ja. De waterschappen, maar ook de waterbedrijven.
hebben indirect te maken met de meststoffen die gestrooid worden. Te veel stikstof, nitraat en het komt in het grondwater terecht, wordt opgepompt en dat moet allemaal gezuiverd en gedaan worden. Dus daar zitten kosten voor hun aan. Ook die laten hun invloed gelden. En de laatste zijn natuurlijk ook niet onbelangrijk, dat zijn al de verschillende laboratoria die jullie allemaal verschillende adviezen geven over wat wel niet de beste is, beste laboratorium. Ja? En zo krijgen we natuurlijk een oerwoud van laboratoria met allerlei verschillende uitslagen die allemaal hun eigen ideeën hebben. En dan hebben we het alleen, we zouden het vanavond over mest hebben, ik zou over elk aspect hier zou ik wel uit kunnen wijden. Ze hebben allemaal een mening over kunstmest en kunstmestgerelateerde zaken. En daar zit je als boer in wezen een beetje als speelbal tussenin. Want boer beslist nauwelijks meer zelf. Hij krijgt een kader opgegeven en daarbinnen mag hij zich bewegen. En daar heeft hij nog niet eens de volle vrijheid, omdat ook andere partijen hem daar op zijn nek zitten. En dan komen we bij een belangrijk gegeven, wat nu in de politiek en overal erg heet is. Dat is het kringloopdenken. En kringloopdenken, ja, ik heb een kringloopplaatje meegenomen. Kringloopdenken is in mijn mening niet dat alles vanzelf gaat. Kringloopdenken gaat nog wel, maar dan moet je het uitvoeren. Ik sprak net even iemand van jullie collega's en die had het erover. Die was al anders gaan boeren. En in het begin was het zo van, ja, maar hoe doe ik het? Ik weet wel dat het anders moet, maar hoe pak ik dat aan? Waar begin ik ergens? Ja. En je ziet met dit plaatje, ik moet het eigenlijk zo doen. Je hebt daar een plaatje en je ziet op een gegeven moment dat we het over stikstof hebben, maar we mogen het net zo goed over kali hebben en over fosfaat. Want ik heb vroeger op school geleerd dat kali, dat spoelde niet uit. Dat blijkt niet waar te zijn. Ik heb ook nog eens een keer geleerd, ik denk dat dat middelbare landbouwschool, dat fosfaat niet uitspoelde. Ja? Dat blijkt dus ook al niet waar te zijn. Ja? En met de meststoffen, en daar kom ik straks verder even op, dan zouden we eens na moeten gaan denken met stikstof, hoeveel procent wordt er nu eigenlijk benut van hetgene wat ik op mijn land breng. En dat rekensommetje kunnen jullie allemaal zelf maken namelijk. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar kom ik straks nog wel even op terug. Alles wat ik geef en niet door een plant wordt benut, gaat dus ergens heen. En dat is de directe vraag, waar blijft het dan? Zo zien we dus daar rechtsboven, zien we een stukje dat de lucht in gaat. Dus je hebt, dat is dat foliatization, dat is eigenlijk als een koe, de urineplek, een gedeelte van de ureum die er zit, de basisgrond, die gaat gewoon de lucht in. Dat noemen ze foliatization, verdamping. Maar we hebben ook stikstof die als ammoniak uit de grond gaat en de lucht in gaat. En we hebben een gedeelte nitraat wat uitspoelt. Nou, dat stukje hebben wij met z'n allen, ja, misschien is het bij jullie anders, maar zo ik er naar kijk, heeft niemand van ons eigenlijk goed in de gaten wat er op dat vlak op onze bedrijven gebeurt. Wat gebeurt daar eigenlijk? Wat is nu echt mijn rendement? Kijk je dus naar de vleesindustrie in Nederland. Ja, die hebben allemaal, kijken allemaal naar de ratio van hoeveel voer gaat erin en hoeveel kilo's krijg ik terug. Ja. En dat doen we met de eieren, doen we dat ook al. Hoeveel kilogram voer gaat erin, hoeveel eieren krijg ik terug. En dat doen wij dus met de landbouw, met de akkerbouw, doen we dat eigenlijk niet. Ook met het melkvee doen we dit niet. Komt wel steeds dichterbij. We zijn aan het beginnen al te meten. Ja. Maar we zijn bijvoorbeeld met de fokkerij ook niet. En dan kijken wij er nog absoluut niet naar welke stier nou de beste voederconversie heeft naar melk. Doen we niet. Maar dat doen we in de varkensfokkerij doen we dat wel degelijk. Een beer die niet goed vererft in zijn voederconversie, die haalt het niet hoor. Die wordt hup. Maar in de melkveehouderij doen we dat ook veel te weinig met de fokkerij. En in onze kwekerij van tarwe, bieten en alles, hebben we het over de voederconversie. En laten we hetzelfde begrip maar noemen. De voederconversie van onze gewassen doen we helemaal niks mee. Nul. We kijken wel naar het lijstje wat heeft de hoogste opbrengst. Maar welke gaat nou het efficiëntste om met de voedingsstoffen die we toedienen, met het kunstmest? Dat is iets wat niet op het netvlies komt. Daar doen we helemaal niks mee. En dat is jammer, want het kan wel. Het is gewoon bekend dat er verschil in zit in stikstofopname tussen tarwerassen. Dat is wel bekend, alleen we kweken er niet op. Jammer. Goed, nou kan ik me enigszins wel voorstellen, want ja, tarwe is al geen winstgevend gewas, dus daar wil men ook minder energie in stoppen. Maar of dat terecht is, is punt 2. Goed, dit plaatje gaat er dus eigenlijk over van hoe krijg ik mijn efficiëntie? Hoe krijg ik die kringloop beter in beeld? En dan zijn we echt met kringlooplandbouw bezig. Goed, dat is kringloopdenken.
De mens die oh, ik zal hem even terugdraaien. De mens die hoort daar ook wel degelijk in. In de grote kringloop. Oh, ik moest de microfoon vragen, ja, anders ben ik een overtreding. Meneer vraagt hier van, ik mis de mens erin. En daar heeft hij volkomen terecht in. Ja, die mens die zou er eigenlijk ook in moeten. Want als ik kijk dus naar de hoeveelheid fosfaat en de hoeveelheid stikstof die uit de kringloop gaat en in wezen finaal uit de kringloop gaat als we naar waterzuiveringen gaan en wat daarvan overblijft, heb je volkomen gelijk in. Hij zou er in het plaatje totaal in moeten. Maar dan heb ik het over de grote kringloop. Heeft je helemaal. En persoonlijk denk ik dat ook die kringloop, die zou terug moeten naar de landbouw. Nou, als ik daar met waterschappen en dergelijke over praat, dan zijn er x aantal mensen die kunnen dat beamen. Die zeggen dat moet ook. Maar een hele grote meute is daar tegen. Ook binnen de landbouw, ontvangende kant, zijn er heel veel mensen op tegen. Die zeggen, wat moeten wij met die zooi op ons land? Maar de mens wordt gevoed van het land. Dus eigenlijk zou de afvalstroom van de mens ook weer naar het land moeten. En dan moet je maar afvragen of het dan de moeite waard is en ook energetisch de moeite waard is, dat we dat hele circus zodanig op moeten tuigen dat we de elementen eruit moeten halen. We moeten er serieus over nadenken of er niet een kortere weg is om dus die stroom rechtstreeks terug te brengen naar de landbouw. In plaats van allerlei bewerkingen uit te voeren om de stikstoffosfaat en kali eruit te halen. Maar dan kom ik eigenlijk direct al bij, ik hoop dat ik zo voldoende, ja, dan kom ik eigenlijk direct al op een van de belangrijkste punten. Dat is eigenlijk dit. En ik heb kunst al tussen haakjes gezegd. Want waar praten we eigenlijk over? Ja? Wat is kunstmest? Nou, ik wou het maar bij de definities van Van Dalen houden. Want anders krijgen we hier ook een Poolse landdag. Iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Ik ga er maar vanuit dat het Nederlands woordboek Van Dalen die schrijft. Kunstmest is een chemisch bereide mest. Oké. Mest, dat zijn dierlijke uitwerpselen. Al dan niet met stro vermengd, gebruik om het land vruchtbaar te maken. Word je vruchtbaar is in deze heel interessant. Ja? En bemesten, ja, dat is door mest vruchtbaar maken. Nou, dan praten we, als we dit als definities aanhouden, dan praten we eigenlijk, hebben we in elk geval duidelijk waarover praten. En dan vraag ik jullie, wat is het essentiële verschil tussen kunstmest en mest? Het essentiële verschil. Ik hoor organische stof, ik hoor beschikbaarheid. Wat zei je? Elementen kun je apart geven, is ook een mooie. Ja, er zat eentje bij die er heel dichtbij zat, bij de essentie. Ja? Nou ja, missie slaat er wel nergens op, maar ik zie dat kunstmest is een toevoeging aan de kringloop. Dus in principe ga je de kringloop vergroten. Ga je de kringloop vergroten? Daar zit, je verlegt de kringloop. Akkoord, want de stikstof, je gaat de kringloop vergroten. Alleen, dan zit ik wel met een kleinigheid. Ja, als ik dan over de kringloop vat, als je die wilt gaan vergroten. Hoe moet ik dan, met de stikstof ben ik het direct met je eens. Maar hoe moet ik dat dan zien met de kali en de fosfaat? Vergroot ik die? Je kreeg een gedeeltelijke vergroting, maar als je dingen vergroot, dus als je meer mineralen aanvoert, krijg je meer verliezen. En uiteindelijk, ja, zal die kringloop wel blijven bestaan. Alleen de aarde heeft wat meer werk om te verwerken. Ja, en hoe moet dan die fosfaat en die kali weer terugkomen? Die hij niet opgenomen gaat worden, die het via naar de zee gaat. Hoe denk je dat die kringloop terug moet komen? Ik heb geen idee. Nou, ik kan je het antwoord wel geven. Alleen het antwoord is namelijk, met de aardschollen gaat alles naar het binnen van de aarde. Het binnen van de aarde is één grote kokende massa. Daar wordt alles gerecycled en dan komt het voor de vulkanen komt het weer naar buiten. En dan krijgen we inderdaad de fosfaat en de kali weer terug. Alleen, jammer voor Nederland, wij hebben zoveel vulkanen. Dus, en dat is een periode die over, niet over 10, niet over 20, niet over 30 gaat, maar over, dat is lange ademwerk. En daarom ben ik blij met uw opmerking, want we praten hier namelijk over het geheel over lange ademwerk. Landbouw is lange ademwerk. Het is geen knop aan en uit. Maar die recycle, en als je er meer van wilt lezen, dan meneer Lovelock heeft een boek geschreven, dat heet Gaia. En dat boek is al behoorlijk oud. Maar het is vandaag de dag nog steeds een akelig actueel boek. Gaia, James Lovelock. Voor mensen die het leuk vinden, schrijf het dus op. Het is goed leesbaar, helemaal niet moeilijk. Maar het is wel die hier mee bezighoudt. Maar het essentiële verschil tussen deze is eigenlijk koolstof. Er was hier iemand die riep, organische stof zit er heel dichtbij.
Ja? Maar het verschil tussen, in kunstmest zit behalve ureum, dus er wel een beetje in, maar de rest zit geen koolstof in. En wat is nu zo belangrijk van koolstof? Wat is de essentie van koolstof in de kringloop? Het is een bouwstof. Het is ons voedsel. Het is een brandstof. Kolen is een koolstof. Ja, kun je in de kachel, dan weten we het. Maar als u aardappelen eet, is ook vastgelegde zonne-energie, is vastgelegde CO2. Er zijn suikers van gemaakt, van die suikers is zetmeel gemaakt. En als wij dat eten, dan verbranden we hier het zetmeel. En ook dat gras is gemaakt met zonne-energie, CO2 vastgelegd in gras. Die koe die eet dat en die maakt er een mooi melkstuk van en die maakt er een biefstukje van. Dat is vastleggen van koolstof. En wij kunnen die koolstof weer verbranden en dan geeft leven. En iemand die heel veel snelle energie nodig heeft, zoals sportlui hier bij Heerenveen, die eet heel veel suiker, ja, gaat heel snel. En als je zegt, van, nou, ik wil niet altijd dik worden, dan moet je niet van die snelle jongens eten, dan moet je trage koolstof eten. En dan heb je wel je buik vol, maar dan groei je toch niet al te snel. Dus die koolstof is het essentiële verschil. Ja? En waarom is dan die mest zo belangrijk? Oh, wat doet die? Ja, kijk, twee keer drukken. Kijk, wij denken wel aan mineralen in mest. En mineralen in mest zijn wel belangrijk. Maar wat wij vergeten is dat er in die grond gonst het van het bodemleven. En bodemleven is een beetje een algemeen begrip geworden. En eigenlijk vind ik dat jammer. Ja, want we hebben er geen... Ja, bodemleven. Ja, wat is bodemleven? Ja, je ziet een mol, dat is bodemleven. En een worm zie je nog, dat is bodemleven. Akkoord. Ja, maar die miljoenen en miljarden micro-organismen en schimmels, dus bacteriën en schimmels die in die grond leven, die zie je niet. Dus ja, dat moet je maar geloven. En een ander punt is met deze twee groepen, is dat we hebben eigenlijk niet in de gaten dat, want voor heel veel mensen is schimmels en bacteriën is negatief. Voor wie van jullie zijn schimmels en bacteriën positief? Kijk, daar word ik nou blij van. Als ik dit 20 jaar geleden gestaan had en ik zei, voor wie zijn jullie schimmels en bacteriën positief, dan had ik geen aantal hoog gehad. Want ja, schimmels, dan denken we aan Phytophthora, Rhizoctonia, noem allemaal maar op. En bacteriën, denk ik aan Klebsiella voor de veehouders en noem ook maar een hele bacteriën op. Allemaal ellende. Maar weten jullie wel dat er veel meer goede bacteriën zijn dan slechte bacteriën? En er is nog een hele grote groep die interesseert het helemaal geen moer of ze goed of kwaad zijn. Ja, goed of slecht zijn, maar die willen alleen maar met de winnaars mee. Net als politiek. Ja, als links wint, dan krijg je één keer heel veel van die middenmo die gaat met links mee. Rechts wint, dan hebben we in één keer een rechtse regering. Zo is het in de grond ook. Als een bepaalde groep wint, gaat de grote meute daarmee mee. Dus hebben we één keer trammeland, hebt u één keer iets aan het rotten, dat krijgt u echt niet weer goed met wondermiddelen hoor. Dat rot. En heb je iets wat goed gefermenteerd is voor de veehouders, een goede kuil, nou als je die openlaat, die rot niet makkelijk. En een rotte kuil, dan zul je echt niet van melken. En die krijg je ook niet goed. Maar die bacteriën in de bodem, maar er zitten er miljarden, die moeten ook eten. Die hebben dus koolstof nodig. En een gedeelte zit aan de mem van die plantjes, van die worteltjes, die haalt daar de suikers uit. Maar ook een heel groot gedeelte voeden we dus met mest. En dat is heel belangrijk. Dus het is niet alleen de NP en K die waar we naar moeten kijken. We zouden eigenlijk naar een parameter moeten, en ik ben met Oosterbeek al een... Oh, ik mag niet meer zeggen Oosterbeek, sorry. Eurofins zeggen. Met Eurofins bij de jongens. Ik zeg, we moeten eigenlijk naar een parameter van meststoffen, organische meststoffen, waar een parameter bij staat voor bodemvoedende waarde. Net zoals een calorimeter op, ja, als je Mars eet, dan weet ik hoeveel calorieën erin zitten, daar word je hartstikke dik van. En op elke verpakking die je koopt, staat precies hoeveel energie erin zit. Maar we vertellen nooit bij de meststoffen die we kopen, of het nou compost is of een andere, of mest of kippenmest, hoeveel bodemvoedende waarde, met andere woorden, hoeveel energie zit erin om dat bodemvoedend te voeden. En is dat een energie die makkelijk verteert, zodat de bacteriën snel groeien, of is het een hoeveelheid dat de bacteriën langzaam groeien? Eigenlijk moet er dus een parameter komen die heet bodemvoedende waarde. Daar zou ik een groot voorstander van zijn. Want wat is nou het meest essentiële dat... Waarom hebben wij nou zoveel bodemleven nodig? Hebben we daar een idee over? Waarom zoveel? Waarom de diversiteit zo groot moet zijn? Met stomheid geslagen. Ja, het is zo namelijk. Het is in de, weten jullie misschien niet, maar in de bodem is het oorlog. Echt waar, elke dag oorlog. Ja, live and let die, nee. Eten of gegeten worden. En dat is echt zo.
Dus als je niet ergens iets opeet, word jij opgegeten. En hoe groter de diversiteit is, hoe moeilijker het is voor één bepaalde type bacterie of schimmel om koning te worden. En zolang de goede koning worden, hebben jullie met jullie akkerbouwer helemaal geen probleem. Maar zodra de Rhizoctonia mee aan de top zit, dan hebben jullie een probleem. Ja? Of een natrokbacterie, die in het bacterieslagveld een beetje werd, hebben we ook een probleem. Maar hoe groter de diversiteit is, hoe minder makkelijk we problemen krijgen. Helaas, onze zoute kunstmeststoffen, we hebben het al eerder over gehad, die doen iets met bacteriën. Ja, en we kijken alleen maar naar de ene kant van wat het doet met opbrengst, maar we kijken niet naar de verschraling van de populatie van microbiologie in de bodem. Is het dan een garantie als ik geen kunstmest ga, dat ik niet meer oorlog, dat er geen winnaar in de oorlog komt? Ja, die garantie krijg je niet. Maar die garantie dat je zoveel meer opbrengst krijgt met die kunstmest, heb je ook niet. Alleen wel in je hoofd. Dat is waar. Goed. Bodemleven vergroot ook nog een keer het worteloppervlak. Want als je in de mycorrhiza-wereld kijkt, jammer genoeg worden mycorrhiza's op dit moment verkocht in de vorm van wondermiddelen. Ja? Je hoeft niet meer te spuiten, je hoeft niet meer geen kunstmest te gebruiken. Het gaat allemaal vanzelf met mycorrhiza's. Nou, mensen die dat vertellen, die hebben helaas te weinig aan mycorrhiza's gedaan. Dat zo makkelijk is het niet. Maar dat mycorrhiza's, want mycorrhiza betekent, mycor is, betekent schimmel, rhiza betekent wortel, dus het zijn wortelschimmels. En die leven samen met de wortel. Een gedeelte zit om de wortel heen en die geeft de plant voedingsstoffen en de plant geeft hem suiker van het blad boven, van die hij produceert. En er zijn ook nog mycorrhiza die zitten in de wortel, helemaal van binnen. En als je dan met een fungicide spuit, ja, die komt ook in die wortel. En wat denk je dan dat er gebeurt met dat schimmeltje? Nou, ja, als we graag willen dat die meeldauw doodgaat en de roes doodgaat, dan moet je echt niet denken dat die endomycorrhiza's het eeuwige leven hebben. Die gaan natuurlijk ook dood. Dus daar zit ook een negatieve kant. Terwijl die mycorrhiza juist heel positief is om helemaal door die wortels, door die grond heen te gaan en allerlei kleine spoorelementen uit die grond op te nemen. Dus bodemleven is ook voor die plant van ontzettend belang. Leeft in symbiose, dus de plant geeft hem suikers en zij zorgen voor voedingsstoffen. En ja, met bodemleven ben je gewoon meermans. Niet alleen met melk, dus veehouders, maar ook met bodemleven ben je meermans. En daar een beetje rekening mee houden, van dat is daar rekening mee houden met al je maatregelen, brengt gewoon resultaat. Dan gaan we naar kunstmest. En waar kan ik het beste op richten? Want ik heb het idee dat hij niet... Moet ik hier richten? Moet ik daar richten? Oké. Ja, goed. Gaan we weer naar kunstmest. Ja? Kunstmest bevat dus geen energie, hè, voor het bodemleven. We voeden niet de bodem, maar we proberen de plant te voeden. Dus daar moeten we goed aan houden. En met kunstmest zijn... Ja? Die zijn allemaal zouten, behalve ureum. Is geen zout. Enige stikstof, dus stikstof is één stikstofvorm die geen zout is, die dus niet... de bacteriën in wezen dood, dat is ureum. De andere zijn allemaal zouten. Kali 60 is eentje met chloor, ja, kali 50 is er een eentje zonder. En zo hebben we ook de fosfaten, zijn in wezen allemaal zouten. Ureum niet. Worden synthetisch gemaakt. En wat betekent dat ze synthetisch worden gemaakt? Ja, dat betekent eigenlijk maar één ding. Kosten om energie. En dan is stikstof, is iedereen wel bekend, dat het energie kost. Maar heel veel mensen hebben niet in de gaten dat fosfaatmeststoffen ook ontzettend veel energie kosten. Want ik kom even bij u daar terecht weer met die vulkaan. Ja, als die vulkaan weer een eruptie heeft en het komt er allemaal uit, dan wordt dat keiharde steen en daar zit fosfaat in. En dan moeten we die stenen die moeten weer in een zoutbad leggen, zodat dat zout allemaal, dat die stenen allemaal kapot gaan en dat we de fosfaat eruit kunnen halen. Ja, en dan maken we fosforzuur. En als we dat fosforzuur hebben, daar maken we dan vervolgens fosfaatmeststoffen van. En kali, je moet echt niet denken dat er mijnen zijn waar de kali 60 zo uit de grond komt. Die zijn er niet. Ja? Dus daar komen ook allemaal bewerkingen bij voor te kijken. En met kalisulfaat is dat net zo. Dus het is een heel energiedilemma. Dat is weer een van de dingen waar we naar moeten kijken. En energie is nu schaars. En als we de geleerden mogen gelopen, dan wordt energie alleen maar schaarser. En dat zou duurder betekenen. Maar het is niet alleen een kwestie van prijs. Dit is het eerste stap van hoe wij uit de lucht stikstof vandaan halen. Dat noemen we het Haber-Bosch-procedé.
En als je dan kijkt naar, er staat een katalysator, kunnen jullie waarschijnlijk wel lezen, 500 graden Celsius. Ja? Boven gaat er methaan in, ja, en daar zit die O en N2. Die N2 dat is, komt uit de lucht, R staat erbij. Die gaat dan naar die katalysator, een compressor, ja, dan staat er een koeler, dan staat er een verhitter, dan staat er een tweede reactor, dan staat er weer een keer een koeler. En uiteindelijk krijgen we ammonia, NH3. En dat doen we onder druk, dan blijft hij lekker vloeibaar. Want wat gebeurt er met ammoniak als ik dat niet doe? Gaat hij de lucht in? We kennen allemaal de ammoniakgeur. Nou, dan hebben we uiteindelijk ammoniak. Nou, je kunt aan de reactoren wel zien, dit gaat niet vanzelf. Nee. Goed, maar dan zijn we er nog niet. Dan hebben we dat. En dan moet je denken eigenlijk dat dat tweede plaatje, waar die druk staat, daar zijn we bij die andere gestopt. Daar hebben we dus die druk met die katalyst. En dan wordt het weer een keer naar 900 graden verwarmd. Ja, dan worden er bepaalde stoffen aan toegevoegd en dan uiteindelijk heb ik HNO3, oftewel salpeterzuur. En dat is het begin van onze kalkamon. Dan heb ik die salpeterzuur en dan heb ik uiteindelijk calciumnitraat, maar dan zie je ook al staan ammoniumnitraat, dat is kalkamon, daar wordt er nog wat calcium aan toegevoegd. Dit laatste stukje wat u daar staat er rechtsonder, dat is dus de formule van kalkamon, N4NO3 met 5 calciumnitraat en 10 beetje, en een heel klein beetje water. Dan hebben we uiteindelijk het gewenste product. En daar gaan we mee strooien. Als u hiernaar kijkt, wat valt u dan op? Het hele procedé. Dat kost energie. En wat gebeurt er verder? Want waar komt die energie vandaan? We verbranden iets. En wat gebeurt er als je iets verbrandt? Dan krijg ik verbrande koolstof en dan krijg ik... CO2. Nou, hier heb je nou een van de dingen waarom de landbouw zo'n verwijt krijgt, dat de landbouw zoveel CO2, een enorme CO2-productie heeft. Dat is niet de CO2-productie die dus eigenlijk het bedrijf produceert, van die trekker die daaruit. Ja, die koeien die krijgen van de methaan de schuld. En zo hebben we allemaal wel schulden. Maar de meeste carbon footprint, zoals ze dat noemen, komt eigenlijk uit de kunstmest vandaan. Want ik heb hem hier voor stikstof, dat is de ergste. Ja? Maar hij zit er ook voor de fosfaat en ook voor je kali. Zit een enorme carbon footprint, een CO2 footprint. En die is groot. Want heb je een idee hoe groot die is? Want ook daar is naar gekeken. En ik heb eigenlijk het volgende gedaan. Ik denk van, nou, wie van jullie gebruikt geen kas? Nou, dat zijn er dus een klein handje vol. Maar ik denk dat degenen die de vingers opsteken ook wel weten wat kas is en hoe het in elkaar steekt. Ja? Goed. Even een paar cijfers. Ja? Ik heb per kubieke meter gas wordt er 2,2 kilogram CO2 geproduceerd. Ja? 1 ton gas kost 300 kub gas. Dus als ik een ton kalkamon op mijn dam heb met 27%, dus dan krijg ik 270 kilogram zuivere stikstof, dan heb ik daarvoor verstookt 300 kub aardgas. Dus dan kom ik terug, 1 kilogram zuivere stikstof, rekenen op die 27%, kost 1 kilogram zuivere stikstof, komt neer op 1,1 kubieke meter gas. Ja? En dat is dan voldoende voor 2,42 kilogram CO2. Zo komt men dus op de berekening van waarom wij als landbouw zoveel CO2 produceren. Goed, dit is een liter diesel. Die is ietsje hoger, maar ik heb hem er maar even bij gezegd. Dus als wij zeggen, ik gooi op mijn tarwe 200 kilogram zuivere stikstof per hectare, dan komt dat neer op 200 liter diesel per hectare. Dan heb je een beetje een idee hoe we aan die CO2 komen. En dan gaat voor mij tenminste, als ik het zo terugreken, want ja, die kilogrammen CO2 en die kubieke meters gas, daar heb ik geen grip op. Maar diesel weet ik elke dag wat ik doe, want die gaat in de trekker. Ja? En ik weet ook hoeveel kunstmest ik gooi. Ja, als ik zeg van nou, elke hectare moet ik elke jaar 200 liter diesel in investeren, maar dat is in wezen wat je doet, dan wordt het verhaal wel even anders. En dan is het maar goedkoop dat die diesel voor die industrieën heel goedkoop is, en daarom kunnen we nog stikstof kopen. Maar die energieprijs wordt hoger, maar wat nog veel erger, of erger, misschien is het beter op de lange termijn, we gaan die CO2 belasten, hè. En die CO2 die wordt bij de fabriek belast. En waar denk je dat die uitkomt bij jullie? Ja, die fabriek gaat hem echt niet met verlies verkopen. Dus dit is wel een punt waar we naar de toekomst met ons hele bemestingzaak naar moeten kijken. En dan komt er iets bij. Dan moet ik even kijken hoe ver we zijn. Ja, oké, dan komt er nog iets bij. Ik wou even met deze met jullie bespreken.
Ja, want we hebben het over de efficiëntie. Hè? Als jullie nou een nieuwe auto mogen kopen. En ik zeg, je hebt een... Nou, in Engeland hebben ze tegenwoordig van die hele mooie Range Rovers. Ook een hele grote bakken, weet je wel. Ja, die rijdt wel, ik denk wel 1 op 8. Ja? Maar er zijn ook de nieuwe Volkswagens, die draaien 1 op 15. Misschien wel 1 op 20. Wat zou je kiezen? Wat zei je? Ja, die zijn erbij. Er zijn mensen die heel graag... Die, dat kan ik me voorstellen. Die hebben een reden. Die willen graag in een mooie grote auto zitten. Die heeft Joemelsoftware. Maar ik denk dat het gemiddelde, die zou toch die auto kiezen waar ik toch wat minder kosten, waar ik wel geriefelijk in zit, waar ik toch mee kan rondrijden. Nou, hoe zit dat? Ik ga even rekenen met tarwe. Want hoe zit dat nou met mijn efficiëntie van tarwe? Ik denk als ik hier zeg, jongens, we gaan 10 ton tarwe telen, gemiddeld genomen over die waren, dan denk ik dat we een goede opbrengst hebben. Kunnen jullie het daarmee overeen zijn? Weet je dat 25 jaar geleden in het Zuidwesten hadden we een ras, dat heette Marksman. En daar teelden we toen al 10 ton tarwe mee. Dan zijn we in 25 jaar hebben we een enorme progressie gemaakt. Vinden jullie ook niet? Ja? Toen spuiten we 1 keer, nu spuiten we 3 of 4 keer. Ja? Toen deden we het met 160 tot 170 zuivere stikstof en nu doen we het met 200 of meer. Goed. Als ik 10 ton tarwe heb, dan zit daar in 8500 kilogram droge stof, want we moeten ongeveer met 15%, ja, vocht mag er nog in zitten. Gelukkig weten wij dat de stikstof in tarwe, die zit in eiwit. Ja, daar zit 935 kilogram eiwit zit erin, kun je uitrekenen. En we weten dat 16% van alle eiwit is stikstof, is 150 kilogram zuivere stikstof. Ja? Ja, je bent snel. Ik ben nog niet klaar. Ja? Het advies is 25 kilogram tarwe, dat is een totaal, daar staat een T achter, dat mag niet, is 250 kilo per hectare. Een efficiëntie, kijk, nou zie je dat het beeld een beetje verlopen is, dat is jammer. Ja, het is een andere distinctie hier. Het totaal is 250 kilo, efficiëntie is, als ik het stro laat liggen, ja, 40. En doe ik het stro, reken ik wel mee, is een efficiëntie van negatief 30%. Ja, want dan tel ik dus het stro, 25 kilo, zit er ongeveer in. Ze komt op 175 kilo uit. Maar ik geef, ja, een 250 kilo. Klopt dit? Wat zeg je? Wat komt niet allemaal uit stikstof? Die 250 kilo uit stikstof. Men rekent standaard ongeveer 25 kilogram, dat is de regel in Nederland. 25 kilogram stikstof moet je geven per ton tarwe. Dat is de vuistregel. Hoe zei je? Sommigen niet. Nee, dat is maar net waar je bent. Ja, er zijn hele streken in Nederland die willen geen dierlijke mest op tarwe hebben, maar dan is die moeilijk te sturen. Als het iets te warm wordt, dan krijg je iets te veel meer stikstof en dan gaat die tarwe weer tegen de vlakte, want dan moet ik 2 keer terugspuiten. Ja, dus dat is een spel. Maar dit is ongeveer de regel. Maar ik denk eigenlijk dat het nog iets anders is, want wat is de werkelijke efficiëntie? En als je, de akkerbouwer onder jullie, die tarwe verbouwen, ja? Als je nou een perceel neemt waar je die 10 ton makkelijk haalt, en je zou geen korrel stikstof strooien, maar de rest allemaal doen zoals dat perceel waar je die 10 ton wilt halen. Maar je doet geen korrel stikstof. Hoeveel ton haal ik dan? 5, 6. Wie biedt er meer, wie biedt er minder? 9,5. 9,5. Ja, jij zit de zaak te flessen. Goed, 5, 6. Ik heb even gerekend met 5. Maar dat rekent namelijk makkelijk, want we hadden die 10 ton al. Hè? Dan heb ik 5 ton tarwe. Dan heb ik 4250 kilogram stoven stof. Dan heb ik 467,5 kilo eiwit. Dat is 75 kilogram stikstof. Ja. Het advies is 25 kilogram per ton. Maar ik heb gegeven 250. Ja. Dus wat, want dit is namelijk, als ik 5 ton haal zonder kunstmest, dan heb ik dus met die 250 kilogram geen 10 ton laten groeien. Maar 5 ton, hè? Maar die 5 ton, die andere 5 ton, die groeide er sowieso al. Dus ik heb 250 kilogram zuivere stikstof gegeven om 5 ton tarwe te laten groeien. En dan heb ik een rendement van meer 70%. Als ik naar de tarwe kijk en neem ik het stro mee, dan heb ik een negatief rendement van 60%. Als dit een voederconversie was bij een kippenhouder of een varkenshouder of een vleestierenhouder, die waren morgen failliet. En wij gaan ermee door. En dan denk ik dat dat anders zou moeten. En ik denk ook naar de toekomst toe met CO2-productie en de
lasten die er opkomen aan milieueffecten, dat we er met z'n allen heel hard over na moeten denken hoe we dat rendement omhoog krijgen. Ja? En ik heb daar straks een paar voorbeelden van waar ik denk dat het kan, maar dat is ook de kweker hebben we hiervoor nodig. Ja? En we hebben hier ook, en de kweker hebben we op twee vakken nodig, niet alleen op die efficiëntie, maar we zullen ook de kwekers meer nodig hebben om met tarwerassen te kweken die minder afhankelijk zijn van systemische fungicides, want daar gaat het bodemleven van mee van naar de knoppen. We selecteren nu de rassen die voortgebouwd worden, worden nu geselecteerd op de rassen die vandaag de dag de hoogste opbrengst geven. En daar gaan we mee verder kweken, naar de volgende generatie. Maar dan gaan we er eigenlijk al standaard vanuit dat die 2 of 3 keer bespoten worden. We zouden eigenlijk moeten gaan kiezen tussen de rassen, tussen de tillijnen, waar we van zeggen, moet je luisteren jongens, die hebben zonder fungicides, ja, hebben wel niet de top, maar komen nog heel goed mee. Laten we daar nou mee verder kweken. Dus het is niet alleen de boer die strooit, het is ook, dat gedeelte moet ook mee. We moeten ook met die ontwikkelingen verder. En ik denk ook dat we naar anders moeten gaan denken over bemesting. En die heb ik gehad. En voor ik met fosfaat ga, want ik zie hem al lopen, voor ik overga naar fosfaat, moet ik eerst een pauze aankondigen. Hartstikke mooi. Heb je netjes aan het... Doet hij het weer? Ja. Ik kreeg net even een vraag, daar wil ik even terug. Dat ik heb even iemand vroeg me, die zei tegen Jan, moet luisteren, die 5 ton... Ja, als je die berekent, maar daar had ik toch geen stikstof gegeven. Wat ik hier bedoel, voor de mensen dat het niet duidelijk is, als ik 10 ton tarwe groei met volledige stikstof, en ik groei en ik pak geen stikstof, en ik groei 5 ton, dat houdt in wezen in dat ik de overige 5 ton heb gegroeid met die 250 kilogram stikstof. Is dat iedereen duidelijk wat ik hier bedoel te zeggen? Ja? Want dat moet wel even duidelijk zijn, ja? Want anders denk je van, hé, je hebt een rekenfout gemaakt of je zit de zaak te dingetjes. Nee, dat was niet mijn bedoeling. Ik denk, ik ga het even nog uitleggen. Goed. Wat zei je? Goed. Dat we dit niet alleen met... Dit rekenplaatje kun je ook maken, je kunt het zelf volgen, ik hoef het niet voor te lezen. Maar als je een 60 ton aardappelen hebt... Dan zitten er in die aardappelen, kun je narekenen, 34,8 kilogram P is 81,2 kilogram P2O5 zit er in die aardappelen bij 60 ton. En als je dat dan haalt, oh, ja, het advies bij een PW van 30, ja, en dat, je kunt ook de palen neerzetten, maar ik heb maar even de PW gepakt. Als je de tabellen leest, kom je op een adviesgift van 120 kilogram P2O5. Dus daar zit ook een lek. Ja, en zo kan ik er nog wel een paar doen. Maar kan het ook anders? Want daar ging het over, ja. En daar staat proeven, maar we hebben het beeld iets veranderd, dus dan is het, ziet het er een beetje anders uit. Ik wil jullie iets laten zien wat we op de proefvelden hebben gedaan. En we hebben gekeken, en daar kunnen we tarwe ook met substantieel minder stikstof telen. Moet die stikstof allemaal wel door de grond? Kan het ook op een heel andere manier? Kunnen wij? En we hebben niet gekeken of het financieel kan, maar we hebben gewoon gekeken, kan het überhaupt? Kunnen we 10 ton tarwe telen, ja, of evenveel telen, laat me het anders zeggen, kunnen we evenveel tarwe telen met dan via de grond op een andere manier. Want we moeten in onze belevingswereld naar andere mogelijkheden zoeken. Je hebt daar 4 verschillende objecten. Het lag in 4 herhalingen, lag deze. Ja, en object 2 is de standaard. Dus dat werd 400 kas, 200 kas en met een overbemesting in het vlaggenblad met 150 kilogram kas. Dat waren de giften, zo het standaard was. Ja, dus, en object 1, daar is nog ligt nog een zaadbehandeling tussen voor spoorelementen. Ja. En object 3 is eigenlijk waar we toen met deze bladmeststoffen al mee bezig waren, om alleen de vlaggenbladbemesting te vervangen door een andere type bemesting. Waarom het vlaggenblad? Je doet 150 kilogram kas. Als je dat breedwerpig wil strooien, dan heb je geen mooie verdeling ten eerste al niet. Ja, als je naar de grond kijkt, elke plant krijgt dat niet. En het is een extra bewerking. Kan ik het nou met de afrijpingsziektebespuiting of met de vlaggenbladbespuiting, zou ik het kunnen mengen? Dan heb ik 1 spuitgang, ja, heb ik 2 werkzaamheden gedaan. En het mooie is, als het werkt, heb ik elke plant heb ik geraakt met stikstof. Dus ik sla geen plant over. En als het droog blijft, dan blijft die korrel op de grond liggen en dit ligt op het blad. Dus dat zijn voordelen waarom daarvoor gekozen is. Het jaar hiervoor was dat object deed het gewoon heel erg goed. En toen kwamen ze en is er gezegd van, nou, als dat middel zo goed werkt, wat er beweerd wordt, dan moeten we eigenlijk ook kunnen kijken. Zouden we
ook die tweede stikstofgift weg kunnen laten via de grond. Die eerste gaat niet, die 400, want als je het via het blad wilt bemesten en er is haast geen blad, ja, dan wordt het moeilijk. Hè? Dus dat gaat niet. Dus de eerste bemesting is nog gewoon kalkamon geweest met de kunstmeststrooier. En bij object 4 is er dus 4 keer bemest met een vloeibare meststof. En krijgen we dan iets ook boven water. En hier zien jullie de uitkomsten. Ja? Dus 2 is de standaard. En 3 is de vlaggenbladbehandeling. En 4 is dus geen 210 kilogram stikstof, maar 135 kilogram zuivere stikstof. Nou, als ik naar Jan Boslaar, mijn bemestingsleraar van de Hogere Landbouwschool, terug zou gaan en ik zei, Jan, wij kunnen 10 ton tarwe telen met 135 kilogram stikstof, dan zou hij tegen mij gezegd hebben, Jan, je bent gek. Daarom is Jan ook later in de politiek gegaan. Ja? Dus dat is, het kan gewoon. En dit is niet 1 jaar, dit is vele jaren is dit gedaan. Dus alleen financieel kan object 4 niet. Het is te duur. Ja? Dus dat wordt hem niet. Maar dat is op dit moment niet zo belangrijk, jongens, dat het nog niet kan. Als we niet met elkaar gaan zoeken op plekken waar we nog niet geweest zijn, zullen we het ook nooit vinden. Dus zeggen wij met elkaar van, nou laten we maar proberen, we zien wel. En die fabrikant die dat materiaal maakt, is geen kunstmestfabrikant, die kent de hele wereld niet. En die zegt van, nou ja, hij zegt, jongen, waar jullie mee bezig zijn, snap ik helemaal niks van. Maar goed, je gaat zoeken en je kijkt naar methodes en vraagt, kan het? Het blijkt te kunnen. Ja? Maar ook in aardappelen kunnen we hele gekke dingen doen. Zo heb ik hier een object van, en dan moet je eigenlijk naar de L kijken. Ja? En op je L, daar hebben we dus, dit zijn zetmeelaardappelen zijn dit geweest. Op L is gegaan 148 kilogram zuivere stikstof. En op het standaardobject is B, is gegaan 240 kilogram zuivere stikstof. Je kunt zien dat de fosfaat en de kali zijn gelijk gebleven. En ik wou jullie ook even de attentie geven op object J, waar we gewoon op gronden in de veenkoloniën, gewoon de kali hebben weggelaten. En via een heel ander type, een heel andere manier, de kali hebben gegeven. Dit zijn allemaal experimentele dingen die hierin liggen. En het is lang allemaal geen hosanna, hoor, wat we doen. Maar ik wil hier wel op een paar wijzen dat er mogelijkheden gewoon zijn. We moeten niet zeggen, het kan niet anders. Ik ben ervan overtuigd dat het wel degelijk anders kan. Wij kunnen met veel minder. En zo'n object J bijvoorbeeld, die kan financieel ook nog. Ja? En object L kan in deze zaak financieel ook. Dus hou even in de gaten. Kijken, hebben we, ook leuk, we doen er ook objecten bij wat we helemaal niet bemesten. En dan eens kijken, waar komen we? Want we denken allemaal dat we waar het net dongert, waar het net pongert, zeg maar in Fries. Maar dat blijkt toch niet altijd waar te zijn. Jullie zijn natuurlijk, ja. Een klein vraagje even. De opbrengcijfers heb je wel. Ja. Maar het vervolg van, ik bedoel nou even die pota dappel bij wijze van spreken. Wat laat dit in het jaar erop zien in die pota dappel, als je die weer opnieuw gaat zetten? Want ik kan me voorstellen, zo net ook bij die tarwe, dat er toch een verschil zit in het eiwitgehalte wat in die tarwe zit. Ja, hebben we getest. Heb ik hier niet bij. Het eiwitgehalte is hoger. En 1000 korrelgewicht is ook hoger. Okay. Pota dappelen heb ik geen kiemproeven gedaan. Zou ik eigenlijk wel moeten doen. Ben ik helemaal met je eens. Want je kijkt ook naar kwaliteit. Zonder meer, ben ik helemaal met je eens. Het nadeel van proeven doen is, het kost ontzettend veel geld. En vandaag de dag zijn er helaas over dit soort dingen van minder meststoffen toepassen. Daar vind je absoluut geen niemand voor die bereid is om daar geld in wil te stoppen. Want de kunstmestindustrie is er niet geïnteresseerd. Want ja, wat levert het nou op als ik minder moet gaan strooien? Levert niks op. Ja? Gelukkig krijgen we nu wat medewerking van de overheid, hier en daar. En want dit is niet een proef alleen van ons, hoor. Hier liggen meerdere bedrijven zijn hiermee bezig, dus het zijn niet alleen ons. Maar je ziet toch op een gegeven moment dat daar wel wat meer bereidheid voor komt. Maar gewoon dit soort vragen, hè? Want ik moet maar komen in de politiek. Ik vind het elke dag nog jammer dat we de landbouwschappen kwijt zijn. En het kost geld, dat weet ik. Maar we hebben niet gekeken naar de lange termijn effecten van een landbouwschap. Die subsidieerde wel deze zaken. En dan ben je als je over pootgoed praat, waar jij het over hebt, dan praten we over kwaliteit. Want kijk, pootgoed, ik woon in Engeland, ik kom in Schotland, daarboven bouwen ze pootgoed. Kunnen ze ook goed pootgoed bouwen, hoor. Niks mis mee. Wij moeten van kwaliteit hebben. Kwaliteit, kwaliteit. Dan moeten we mensen hebben die daar willen in investeren. En bemesting en kwaliteit en pootgoed wordt niet in geïnvesteerd. Geen cent.
Nou, en ik denk dus daarom, dit moeten we met elkaar als groep ook aanpakken. Hè? Want die exportpositie die we hebben, en daar moet de overheid ook aan meedoen, die miljarden die ik daarnet noemde, als we dan niet met elkaar geld insteken, ook naar vooral dit soort onderzoek, dan zijn er straks landen die vliegen ons links en rechts voorbij. Maar die gaan het wel doen. Dus ik vind het jammer, maar goed, dan gaat de politieke discussie hoeven we niet aan. Ik vind het jammer dat de landbouwschappen weg zijn, dat ze eigenlijk zijn wegbezuinigd. Ja? Omdat, ja, het is allemaal te duur. Maar dat is wel een som geld die via de achterdeur weer bij de boeren terechtkomt. Maar die kwaliteit zonder meer, ben ik helemaal met je eens. 1000 korrelgewicht en eiwitgehalte hebben we wel bepaald. En we komen met de vlaggenbladbespuiting gemiddeld op 0,2% meer eiwit. Dus dat, daar komt wel iets uit. Goed, jullie zijn natuurlijk hier ook allemaal erg nieuwsgierig naar het volgende plaatje. Oh, dat gaat te snel. Goed, we gingen even kijken naar die... Hier heb ik dus, oh, nee, mag ik niet kijken naar, ja, A is geen. En wat zie je, dan heb ik toch nog 45,3 ton aardappelen met een onderwatergewicht van 5,34. Brengt nog een basisgewicht van 66,2 ton. Geen kunstmest. Daar worden jullie stil van, hè? Ja, ik ook, hoe ik het eerst zag, kon het niet geloven. Hier lag een heel klein beetje drijfmest onder. 20 ton. Dit was in 2012 uit mijn hoofd. 2013, dat moet ik even aanwijzen. Ja, heeft gelegen in Oranjedorp, Oranjestad, sorry. Daar heeft hij gelegen. Nou, die grond daar is arm. Dus ik vond dat frappant, dat er dus zonder kunstmest nog zoveel groeit op die grond. Maar goed, de standaard komt natuurlijk een stuk hoger. De standaard NPK 64,7, 5,29 en 39 is significant beter dan A, duidelijk. Maar dan komen we bij de verschillende objecten en ik ga niet al die dingen doorlopen, maar ik wil jullie alleen even kijken op je K wat dat doet ten opzichte van de standaard. Daar ligt dus geen, object J, daar ligt dus geen galie op, hè? Nul. Goed, trek zelf de conclusies maar. En op object L, daar hebben we dus gezien dat we dus in totaal van 240 naar 160, 90, een dikke 90 minder stikstof op. En geen significant verschil met de volledige NPK. En ook geen significant verschil bij het basisgewicht. Nou, dat zijn dingen, dan denk ik, hier moeten we meer aan doen met z'n allen. Ja? Die CO2-footprint die moet naar beneden, of we dat nou leuk vinden of niet. En ik wil niet zeggen dat we naar nul moeten, maar we moeten kijken met z'n allen naar wegen die op een andere manier naar Rome leiden. Want de weg die nu naar Rome leidt, die wordt gebombardeerd. Dat stopt. En dan moeten wij nu al voor sorteren om op een andere manier ons doel te bereiken. En ik denk dat die mogelijkheden er zijn. Wat gebeurt er met organische stofgehalte? Organische stofgehalte. Als je geen organische stof toevoegt, ja, in een traditioneel bouwplan zal je organische stofgehalte dalen. Zul je daarentegen, ga je ook je bouwplan aanpassen... En daar mogen we, nou, daar kom ik straks op het eind nog wel even over, van hoe gaan we met onze bouwplannen om. Ga je je bouwplan daarentegen aanpassen, dan hoeft dat helemaal niet te betekenen dat je organische stofgehalte hoeft te dalen. Maar willen we naar duurzame land- en tuinbouw, ja, dan denk ik dat we eens heel goed na moeten kijken over onze bouwplannen. Helaas is daar ook een economisch valkuil ligt daar. Want er zijn denk ik vandaag de dag in de gewone traditionele akkerbouwen twee, misschien hoger drie gewassen die nog een rendement opleveren. Als je heel eerlijk bent naar alle kosten. Dus daar wordt ook op ingezet. Ja? En als je naar de laatste 3 jaar in Zeeland, hebben ze met één van die traditionele gewassen hebben ze 3 keer bot gevangen. 3 jaar lang met een van hun traditionele gewassen waar ze geld mee moeten verdienen, hebben ze geld op toe moeten leggen. Hier in het noorden zijn we wat gelukkiger geweest. Dus dat houdt daarin, hebben ze in Zeeland hebben ze eigenlijk maar 1 vrucht meer waar het rendement van moet komen de laatste 3 jaar. Nou, dat gaat niet goed. Want door onze verenging van ons bouwplan worden we steeds en steeds meer, worden steeds meer speelbal van de economie en worden de kosten, omdat we onze bouwplannen verengen, ja, wordt de ziektedruk hoger, worden de kosten automatisch hoger. Het is een dilemma. Het is niet eenvoudig, dat begrijp ik ook. Als het heel eenvoudig was, stond ik hier vandaag niet. Ja? Want dan wisten we lang allemaal hoe het moet en ik weet het ook niet. Maar wij zoeken wel naar wegen om het te verbeteren. En met bouwplanverruiming kunnen wij niet alleen economisch kijken. Er zal daar ook hulp van moeten komen van een overheid die moet meedenken. Er moeten meer mensen naar het kopje kijken. Anders lukt dat niet. En als wij met bollen
uien en aardappelen. Als dat ons bouwplan wordt, ja, dan is dat, weet ik, durf ik met zekerheid te zeggen, economisch op de lange duur is dat een doodlopende weg. Het kan bezig dat we de opbrengsten nog steeds wel verhogen, maar we komen steeds met meer en meer kosten te kijken. De marges in de gewassen die daar komen, die worden steeds kleiner. En als de marges kleiner worden, dan is het toverwoord schaalvergroting. Nou, dat kan een toverwoord zijn, ja, maar die schaalvergroting is niet per definitie een garantie voor een beter rendement. Dus je komt daardoor in een heel ander cirkel te zitten. En ik denk dat we met z'n allen meer moeten gaan denken van hoe houden we in Nederland land- en tuinbouw goed? Hoe houden we dat renderend? Er was in Nederland ooit een textielindustrie, ja, Ten Kate. En noem ze maar al op, we waren groot in Twente. Wat is er van over? Ja, niet innoveren, niet naar nieuwe wegen zoeken, dan blijft er geen textielindustrie over. En als wij hier met z'n allen denken, het is altijd zo geweest, het zal wel zo blijven, dan ben ik ook bang dat straks door regelgeving en dergelijke, we hier, ja, die schaalvergroting zal nog wel een keer een paar stappen doorgaan, maar dan zitten we hier niet meer met 120 man in de zaal over een aantal jaren, ja, maar dat gaat heel snel uitdunnen. En de mensen die er dan nog overblijven, hoe groot is dan die speelruimte nog? Maar goed, dat is een heel andere discussie. We hadden het over de opbrengst hier. Hier liggen mogelijkheden. Dus met andere manieren van bemesten kijken, liggen er in onze visie mogelijkheden. Ook het Kali-gebeuren is iets waar je eigenlijk eens een keer heel goed met z'n allen over na moet denken. Want Kali-chloride, Kali-60, ja, is een heel veel gebruikte kunstmeststof. Middelbare landbouwschool heb ik een lijst gehad van Jan Meindersma. En die had het er al over op aardappelen, daar mag nooit geen chloor. En poten zal helemaal niet. Maar ja, als ik nu over kali sulfaat en ik met boeren zit te praten over patentkali of kali 50, dan zeggen ze, ja, maar Jan, dat is zo duur. Maar waarom wist Jan Meindersma dat we geen kalichloride op die grond moesten gooien bij aardappelen? Hij zag liefst helemaal geen kalichloride. Want wat doet chloor met microleven, jongens? Hoef ik jullie niet te leren, want als je een beerput had vroeger, dan mocht je geen chloor gebruiken, maar dan ging de beer dood. En dan moest de put leeg, dan moest er eerst een dode kip in en weer wat mest en dan ging je beer weer leven. En dan had mijn moeder die had toch dat ding weer doorgetrokken en dan was die beer weer dood. Ja? En wij gooien rustig, nou ja, noem maar op hoeveel kali 60 je gooit. Ja? Maar wat gebeurde dan met die kali? En het is, nou, ik denk misschien al een jaar of 15 geleden, toen heb ik de mensen van de landbouwvoorlichting in Zeeland, die heb ik reageerbuisjes gestuurd. En ik zeg, luister eens, bij die percelen waar jullie die kali gooien, zouden jullie voor mij een lol willen doen zodra de drains de eerste keer gaan lopen, zouden jullie voor mij drainwater op willen vangen? Nou, dat hebben van, ik had 15 man gevraagd en dat hebben, ik denk een man of 7 hebben dat ook netjes gedaan. En toen hebben we, daar zou geen kali in mogen zitten. Nou kan jullie één ding vertellen, dat zit vol kali. Dus die kali blijft niet in de grond, die kali spoelt gewoon uit. Ja? Want onze kleihumuscomplexen zitten vol. En dan kunnen we wel meer kali geven die positief geladen is, maar als dat kali-humuscomplex vol zit, dan spoelt niet alleen die chloor uit, maar ook die kali gaat eraan hoor. Die gaat er net zo goed achteraan. Dus we moeten kijken van, en daarom zien we die getallen ook, met die hele weinige kali, dat we soms toch wel hele leuke resultaten krijgen. Goed, kali in de grond, ja, er wordt altijd gezegd over die kali een oplossing. Nou, er zijn deze, wat ik hier geschetst heb, is een beetje hoe die kali in oplossing, waarvan die plant dan de kali zou moeten nemen, hoe dat plaatje nu eigenlijk geschetst wordt op scholen en op onderwijsinstituten. En nou, dat blijkt wel aardig in beweging te zijn. En dat geloven we ook allemaal. En dan kijken we, nou, we willen dat balans moeten we houden. Dus als we zoveel onttrekken, moeten we zoveel bijgaan. En dan blijft het allemaal mooi in balans. Ja, totdat er een eigenwijze Amerikaanse professor, meneer Kaan, en ik hoop dat wij hem van najaar in augustus hier in Nederland mogen krijgen. En die zegt, die heeft 20 jaar geleden al een keer gezegd van, goh, zou dat eigenlijk wel waar zijn? Weet je wat ik doe? Ik ga van 1955 tot 2005 heeft hij allemaal proefvelden gehad. 1955 tot 2005, en dat heeft hij gedaan. Wat heeft die man gedaan? Kunnen jullie dit lezen? Ja? Ja, gaat wel, hè? Hij heeft gezegd, ik heb verschillende, die CC, COS en COH, dat houdt in een verschillend bouwplan, wat ze daar in Amerika hebben. Ja? CC is corn core, CO is corn oilseed rape, en corn oilseed rape en H, wat was dat ook weer? Nou, daar moet je mee, misschien komt het zo wel boven. En de helft van die gewassen, dat zie je ook, stel je ook steeds zien, de bovenste heeft geen bemesting gehad, en de tweede heeft NPK gehad. Tweede ook, derde ook, vierde ook.
En hij heeft gezegd, ik ga met de proeven dat ik begin, heb ik gemeten. Hoeveel zit er in de grond? Dus die 242, 218 en 217. En naar het eind van al die jaren, want die staat erboven, 1955 tot 2005, heeft hij weer gemeten. Ja, wat zat er toen in de grond? En daar staat dus een, met sterretjes achter wat het verschil is tussen die twee. Nou, als je dan ziet wat hij, dus als ik nou kijk naar de bovenste, daar staat 242 op het begin, heeft hij nooit een korrel kali gegeven. En aan het eind van 15 jaar zat er 403 kilo kali in. Hé, dat is vreemd. Ik heb alleen maar uitgehaald. Alleen maar gerekend. Ja? Ik kan precies weten hoeveel ik afgevoerd heb. Ja? En dat betekent K-added, is toegevoegd. Hoeveel kilogram heb ik er uitgevoerd? Want heeft al die gewassen heeft hij gemeten. Hoeveel voer ik af? Ja? Ja, ik weet niet of het... dat lijkt niet erg logisch, hè? Nou, kijk ik naar die NPK, maar dan ga ik naar het andere bouwplan. Ja? En daar heeft hij hetzelfde weer gedaan. En dan zie je dus dat er wel wat afgevoerd... Want die is van 304 is de hoeveelheid, dus die is gezakt bijzonder. En de 327 heeft hij wel, maar dat is maar een klein verschil. Want als je kijkt wat hij gegeven heeft, ja, dan zegt hij van ik heb 1934 gegeven, ik heb 2136 afgevoerd. Dus ik had eigenlijk hoger moeten zitten dan die 327, maar daar zit ik niet. Dus ook hier klopt het verhaal niet. En ook bij bouwplan nummer 3 moet je eigenlijk tot dezelfde conclusies komen, dat er klopt hier iets niet. Dus ik durf eigenlijk de stelling aan dat op de manier waar wij nu mee bezig zijn, landbouwkundig met bemesten, met al onze laboratoria die we om ons heen hebben en alle kennis die we hebben, dat wij nog steeds met een manier van denken zitten waarmee Justus von Liebig de hele meststoffentheorie heeft uitgezet. En als ik nu kijk met de onderzoeken die we doen en waar we met z'n allen mee bezig zijn en de problemen waar we tegenaan lopen, moeten we eigenlijk concluderen dat een aantal van de aannames die we altijd gehad hebben, niet kloppen. Dan moeten we niet zeggen dat alle laboratoria direct waardeloos zijn en weet ik. Nee, absoluut niet. Ook dit moeten we gezamenlijk aanpakken. Van hoe krijgen wij meer zicht op wat er nou werkelijk in die bodem gebeurt? Wij weten daar met z'n allen echt waar nog niks van. En als we daar niet in gaan interesseren en daar niet in gaan investeren, dan blijven we doorgaan op de weg zoals we nu bezig zijn. Ja? En ik denk dat dat erg gevaarlijk is voor onze positie, ja? Maar ook voor de toekomst, niet alleen van ons bedrijf, maar ook naar het stukje toekomst van onze planeet. Ik heb 2 jaar mogen werken in Brazilië als landbouwvoorlichter en ik ben daar geweest in het noordoosten van Brazilië. Daar vindt verwoestijning plaats en dat gaat heel snel. Ja? En wat doet men daar? Daar beregent men ontzettend. Als ik dus, en dat heb ik jullie hier al gezegd in het begin van het verhaal, als ik koud water op een warme grond, wat gebeurt er dan? Nou, dat doet men daar volop. En wat vindt men daar? Al die zouten, ophoping. En daardoor breidt het steeds uit. Wij zijn hier ook bezig met ontzettend veel zouten op die grond te brengen. En jullie hebben, er is een Amerikaanse, de man leeft niet meer, professor Dr. Albrecht, die heeft al ooit een keer gezegd dat de grootste bedreiging voor droogteschade zijn zouten meststoffen. Ja? En je moet ook niet denken dat als je met beregen zeg je ik heb die plant weer water gegeven, maar als je dus naar een zoutdosis, als in het begin van het voorjaar, en je kali en je fosfaat en je stikstof al heel vroeg aan het gewas geeft, dan ligt daar een zoutbom van heb ik jou daar. En als we dan zeggen van we beregen een keer nadat een droge periode, ja, dan is het niet alleen dat je die plant water geeft, maar het is ook dat je gelukkig een deel van het zout wegspoelt. Waardoor de osmotische waarde in de rug naar beneden gaat en die plant makkelijker water op kan nemen. Daar moeten we gewoon met z'n allen over nadenken. Ook misschien moeten we wel die meststoffen niet in 1 of 2 keer geven, maar over veel meer keren in die aardappelen. En uien, om een voorbeeld te noemen, ja, gelukkig zijn we eigenlijk zover. Die uien die moet absoluut geen kali hebben voor het zaaien. Laat dat toch alsjeblieft, want je legt dat hele kleine priegelige zaadje leg je naast een zoutbom. En dan komt er een beetje regen, dan wil dat zaadje kiemen. En er is natuur, kom ik weer bij de natuurkunde. In de natuurkunde is bekend dat water stroomt altijd naar de hoogste concentratie. Kennen we dat nog? Zo'n blaasbalgje hadden we dan, even een kleurstofje in. Aan de ene kant gooiden we wat zout in en dan ging dat water stijgen. Weet je het nog? Middelbare landbouwschool, Rottiné. Ja, wie heeft dat mensen in Dokkum gezeten? Ja. Nou, meneer Rottiné deed dat proefje. En dat was dus die osmotische waarde. En wij gooien wel zout naast dat hele kleine uienzaadje of naast dat hele kleine peenzaadje. Dan vraag je om glazer. Ja. Goed. Met organische stof zijn ook heel veel dingen mogelijk.
Ja? En ik laat één plaatje zien van proeven op proefbedrijf Ebelseert. Daar hebben we proeven gedaan met compost en met bokashi. En waar het vooral om gaat is eigenlijk, daar hebben we gedaan met 50% bemesting en 100% bemesting. En dan zie je onbehandeld. En dan zie je dus de compost en de bokashi. Het gaat mij niet om wie de hoogste zijn en wie de laagste zijn, dat vind ik niet belangrijk. Het gaat mij vooral om het verschil. Je ziet dus bij een verhoogd organische stofgehalte het verschil tussen 50% en 100% bemesting, gewoon dat statistisch verkleint. Dus als je zorgt dat je organische stof, oftewel je humusvorming in je bodem, voldoende aangejaagd wordt, kun je gewoon met minder stikstof veel meer bereiken. Of dat nou zit in de uitspoeling, want je krijgt ook minder uitspoeling, daar zul je weer onderzoek naar moeten doen. Hebben we weer dat onderzoek nodig? Waar ligt hem dit nu aan? Maar het is niet alleen nalevering. Ja? Want dan zou ook de uitspoeling namelijk veel hoger moeten zijn. Maar als je meer organisch materiaal, oftewel meer humusbeelding krijgt, hou je ook meer voedingsstoffen in die bovenlaag vast. En hoe meer vasthoudend vermogen er in die grond zit, en dan kom ik bij de jongens die in het zand zitten, die hebben... Vooral als ze dus niet in een rotatie zitten, dan zit er wel oude organische stof. Dan denk ik aan de veenkolonie. Ja? Oude organische stof plakt zanddeeltjes niet aan elkaar. Jonge humus doet dat wel. Nou, als je in het voorjaar met een paar droge dagen een keer door de veenkolonie en je hebt een beetje oostenwind, ja, dan denk je dat je in een zandstorm bent beland. Alleen dan zijn de wolken zwart. Ja? Dus dat die humus, die organische stof die daar zit, die heeft geen bindend vermogen meer. We moeten dus daar ook gaan werken om dat humusgehalte omhoog, zodat je bindend vermogen krijgt. In Drenthe op pure klapzandgronden, ja, daar heb je geen bindend vermogen. Dus zul je daar ook heel anders, of je moet deze kant uit gaan, zeg ik ga grote hoeveelheden compost rijden, of ik ga grote hoeveelheden bokashi maken, is beide allemaal mogelijk. Maar we zullen daar systematisch of blauwplanmatisch moeten gaan werken aan het instand houden of het verhogen van de organische stofgehalte. Goed. En ik denk eigenlijk dat heel veel van onze bemestingsplannen, zoals we die vandaag de dag uitvoeren, en ze ook zo geadviseerd worden, niet een kwestie is van landbouwkundige kennis, maar veel meer een kwestie is van verzekeren. Bang dat we de boot missen. Ja? Ik heb er altijd 360 kilo kali gestrooid op 300 kilo of 280. Ja? En dat ging altijd goed. Ja, dan zeg jij wel eerst maar dat ik met de halve al toe kan, of met nog minder. En dan zeg ik wel, jongens, in Ierland doe ik het met, ik denk, een groep van 25 boeren doen we het. En we zijn inmiddels op een derde van de kali. En de kwaliteit van het pootgoed wordt dan beter. Kan. Je moet niet in één keer naar nul gaan. Dat hoeft niet. Maar we gaan gewoon spelen met die getallen. Maar moeten we wel zoveel geven? Nou, doe die eerste stap. Ja? Als je geen enkele stap doet, jongens, hier, kom je nooit een centimeter vooruit. Dus doe die eerste stap en je hoeft direct niet geen 10 kilometer te doen. Doe eens één stap. Probeer eens. Want het onderzoek wordt niet meer voor jullie gedaan. En ik ben met jullie eens, het landbouwbedrijf is geen landbouwproefbedrijf. Maar als het niet gedaan wordt, moeten we zelf gaan zoeken naar mogelijkheden. Dus het is een verzekering. Dat zeggen ze ook wel eens tegen me. Ja, ik zie dat als een verzekeringspremie. Maar het kan ook wel degelijk schade doen. Dus ik zou daar ook naar kunnen kijken. Een ander ding wat we met kwaliteit van de grond wel eens vergeten, is met bemesten. Kali is een eenwaardig element, hè? Dat weten we allemaal nog van de scheikundelessen. En calcium was hoeveel waardig? Tweewaardig. Nou, ik heb hier kleiplaatjes. Ik zal hier verder niet op ingaan op Jaakje, dat is een heel oud gebeuren. Ik heb daar kleiplaatjes staan. Je moet kleiplaatjes voorstellen. Als je een boek hebt, daar zitten allemaal blaadjes in. Ja, dan heb ik, dit is een kleiplaatje. En die kleiplaatjes, die zijn hier op het oppervlakte en daar ook binnen, ja, zijn allemaal negatief geladen. En hier op de zijkant is die positief geladen. Nou, als dit nou die blaadjes zijn, waar denken jullie nou dat er wat dit meer kan hebben? Ik al die blaadjes optel. Hoe zou dan de verhouding tussen negatief geladen elementen en positief geladen elementen zijn? Dus elk blaadje, het oppervlak boven en onderkant, is negatief geladen. Daar kunnen positief geladen elementen tegenaan. En het zijkantje kunnen negatief geladen elementen tegenaan. Hoe denk je dan dat de verhouding ligt tussen positief geladen elementen in zo'n boekje ten opzichte van negatief? Dan is negatief geladen is toch te verwaarlozen. Dat is maar het hele kleine stukje. Dat is nog niet eens één velletje. Dus alles wat negatief geladen is, een nitraat, kan niet vastgehouden worden. Dus we moeten het van positief geladen elementen hebben. Nou, positief geladen elementen is kalium. Welke stikstofmeststof is positief geladen?
Ammonium, ja. Is het één of tweewaardig positief? Eenwaardig positief. Goed zo. Calcium is... Oké, nou ben ik... Moeten jullie even inleven, ja. Dit zijn twee kleiplaatjes. En nou is kalium komt eraan en die heeft... calcium komt eraan en die heeft twee pootjes. Die heeft twee handjes, dat is tweewaardig. En die is tweewaardig positief en die wil naar die en die. Dus die steekt naar beide kanten, steekt die een handje. Ja? Dus die houdt die kleiplaatjes aan elkaar vast. Is dat duidelijk? Wat ik bedoel, hier zit dus een calcium tussen en die heeft één handje naar boven en één handje naar beneden. Houdt die plaatjes mooi vast. Daardoor krijg ik structuur in de grond, want die houdt die plaatjes vast. Maar nou kom ik met kalium en nou is kalium, jammer genoeg voor kalium, maar die is groter dan calcium. En die komt eraan en die is eenwaardig. Die doet dit. Dan laten die twee handjes los. En wat gebeurt er nu met die plaatjes, denk je? Sst. En wij maar klagen met kalium en ammonium strooien dat we slempige gronden krijgen. Ja jongens, die gronden zijn veel minder slemper dan je vaak denkt, maar flink kalium blijven strooien en flink ammonium blijven strooien, dan krijg je slemper. En je hoeft me niet te geloven. Pak wat kalkemosselpeter, los het even op in water, loop naar je weiland toe, kijk even op een schuin van je ploeg, zo even op een schuine kant en gooi het er even tegenaan. En kijk zelf wat er gebeurt. Want je ziet het met je ogen gebeuren. Dus ook daar, structuur hebben we het dan over, moet je ook heel voorzichtig zijn met dingen als kalium en ammonium. Van wat ga ik daarmee doen? Hoe gebruik ik dit? Of moet ik voor andere meststoffen kiezen? Ja? Moet ik voor andere stikstofmeststoffen kiezen? Maar goed, we hebben maar 2 uur hier, dus dat is op zich een... Daar zijn ook heel veel mogelijkheden. Want op heel veel gronden is ureum een veel efficiëntere meststof dan ammoniumnitraat. Maar goed... Daar is weer een stukje te behalen, want we moeten kijken dat we daar veranderingen in krijgen. Het is... Nee, die moet ik eerst hebben. We gaan heel veel af op grondmonsters. Ja? En één ding, er komen steeds meer nieuwe bedrijven die analyses trekken. En die komen allemaal met de waarheid. Met alle laboratoria die er zijn, en alle monsternemers, en alle... Type is ook, de waarheid bestaat niet. Geen enkele. Het geeft jullie een directie, een richting van hoe zit het met die grond. En ik kan maar, op dat gebied kan ik maar één advies van jullie al geven als je hiermee komt. Mensen kunnen niet, als mensen niet uit kunnen leggen hoe men deze getallen krijgt, ja, dan moet je ook niet te veel geloven van de getallen die erop staan. Als je met mensen praat en ik zeg van hoe bepalen jullie de CEC... Ja, daar hebben wij een methode voor. Nee, dat weet ik wel, maar hoe bepaal je hem? Ja, nee, dat kunnen wij niet prijsgeven, want dat is het geheim van ons laboratorium. Ja, jongens, moet ik daarop geloven? Dat doe ik niet. Ik denk, je mag rustig vragen van hoe kom je aan die getallen. En die balkjes, allemaal mooi, ja, maar niet naar kijken. Want mensen denken allemaal, hoe meer naar rechts die balkjes, hoe beter het is. Hebben jullie wel eens van vergiftiging gehoord? Als die balkjes allemaal rechts staan, is het niet goed. Dat is bar slecht. Want je planten die staan dan eigenlijk in een oververzadigd vreedmilieu. En de interactie tussen die elementen kan enorm zijn. Dus wees daar ook voorzichtig mee. Goed. Ja. We komen tot de afsluiting. Want dan heb je nog steeds geen antwoorden gegeven natuurlijk. En dat was wel de bedoeling. Kunnen we zonder kunstmest? Dat is een heel simpel antwoord, jongens. Dat kan best. Zonder kunstmest is helemaal geen probleem. Alleen... Kan ik dan nog een inkomen krijgen met de gewassen die ik teel? Kan ik dan nog een bouwplan voeren? Maar gewassen telen zonder kunstmest, dat onder andere de biologische landbouw, die bewijst dat gewoon dat het kan. Proeven die gelegen hebben op Kolmerwaard, waar ze bezig zijn met een bemesten van eigen rotaties, dus ook met bermmateriaal, maar heel flink bezig zijn met rotaties en ook wintergewassen telen, bewijst gewoon dat het kan. Je blijft dan ongeveer 20% achter in je opbrengst, maar... Het kan wel. Het kost investering, ja. Het kost nadenken, het kan niet voor alle gronden misschien, maar daar liggen zeker mogelijkheden. Dus we kunnen wel zonder kunstmest. Kunnen we vasthouden aan het huidige bouwplan? Ik denk dat die vraag niet eens beantwoord hoeft te worden met het idee van kunstmest alleen. Ik denk dat het huidige bouwplan, vooral de enge bouwplannen zoals we die heel veel voeren, dat kunnen we niet aan vasthouden. De ziektedruk zal alleen maar groter worden. Heb dat proberen weer te geven door de diversiteit die we in de bodem hebben. Je moet je goed realiseren dat als je enge bouwplannen hebt met dezelfde gewassen, zullen de aantasters van dat typische gewas zullen je alleen maar vermeerderen op je grond. Nou, we kennen daar de voorbeeldjes van aaltjes. Ja? We kennen daar de voorbeelden van virussen. We kennen daar legio-voorbeelden van.
Dus als wij met nauwe, enge bouwplannen zitten, dan vraag je om problemen. Ik kan je een heel mooi voorbeeld noemen uit de tijd toen ik in Werkendam werkte, in de Biesbos. Toen op een gegeven moment, er waren heel lang geen uien geteeld. Ik denk wel in geen 15, 20 jaar, tot Dirk Kwartel mij belde en zei, Jan, moest komen kijken, joh, hij zei, mijn uien gaan allemaal kapot. Dus ik kom bij hem kijken en ja, ik had dat ook niet eerder gezien, maar ze groeiden allemaal krom en onder begonnen ze te rotten. En je keek ze door het perceel en het was een heel grillig beeld. Dus ja, ik ging naar volgewassen en dergelijke kijken en ik zei, Dirk, wat heb je hier gedaan? Ja, zei Dirk, weet ik ook niet, joh. Ik zei, heb je nog een oud bouwplan? Ja, zegt hij, mijn vader zijn kaart, heb ik nog wel. Je gaat verder zoeken, hè. Dus die had een mooie, en waar nu die plekken waren, dat waren oude slinken. Ja, die had zijn vader met de ruilverkabeling dichtgereden gekregen van een andere plek. En dat bleek van het bedrijf van de Baar, die altijd uien had getild. Ja. En na zoveel jaren kwam er nog weer rijp voor. Stengelaal. Die kring je niet weg. Dus als je één keer goed in het trammeland zit en grondontsmettingsmiddelen is over. Hè. We hebben dan nu wel weer tijdelijk weer even eentje toegelaten, maar de lange termijn is dat niet houdbaar. Dus ik denk, dat kunnen we vasthouden zonder kunstmest. Ik denk dat we het huidige bouwplan heel serieus over na moeten denken. Hoe we dat kunnen aanpassen. Dat hoeft niet beslist te zijn naar 1 op 7 teelten. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar je zou ook kunnen kijken van wat doe ik in de winter. Welke gewassen kan ik in de winter telen om bijvoorbeeld ziektes te onderdrukken. Dat hoeven nog niet eens financiële, direct draagkrachtige gewassen te zijn. En ook hier, denk ik, wil een gemiddelde boer daar nog een inkomen over uithouden. Daar zullen we toch ook breder naar moeten kijken. En daar zal ook steun voor nodig zijn om dat te realiseren. Want een grond die moet op een gegeven moment, je kunt daar niet te lang met dezelfde gewassen komen. Zand en kleigrond zal zandgrond zonder kunstmest zal veel moeilijker zijn dan kleigrond zonder kunstmest. Dus moet aan de andere kant wel zeggen dat als wij. Er zijn nu gronden in gebruik in het zandgebied die, als er geen kunstmest was geweest, ook niet tot ontwikkeling waren gekomen als akkerbouwhoeken. Dat waren nog steeds veehuiderijhoeken geweest. En daarom pleit ik er ook eigenlijk voor om eens te kijken naar de mogelijkheid van het groot gemengd bedrijf. Dat is voor om zonder kunstmest te telen of met een minimum kunstmest, is het de moeite waard om daar serieus over na te denken. Dat wil niet zeggen dat elke akkerbouwer weer onder de koeien moet. Ja, want dan denken we veel te kort. We kunnen dat ook veel groter kijken. Kunnen we niet met samenwerkingen gaan zoeken van dat je dat geheel in rotatie brengt? Daar is lef voor nodig. Moet je buiten je kader streden. Ja? Die akkerbouwer, de veehouder, is over het algemeen geen plantenteler. Dus de gewassen die hij zou kunnen voeren aan zijn koeien, ja? Dat kan een akkerbouwer denk ik beter. En een luzerne, wat voor een akkerbouwer een fantastisch rustgewas zou kunnen zijn. Ook voor onder andere de mycorrhiza's. Ja? En ook voor de stikstofbinding. Het gewas wat eraf komt als dat goed geteeld wordt, is een fantastische eiwitvervanger voor de veehouder. En die moet al minder eiwit aanvoeren, omdat we steeds minder soja erin mogen hebben. Dus dat ligt misschien zelf nog wel een win-win situatie. Dus die kant zijn daar best wel mogelijkheden. Maar zandgrond. Denk ik dat als we echt zonder kunstmest moeten, dat er heel veel zandgrond richting de veehouderij moet gaan, omdat dat een hele moeilijke zaak gaat worden. Zijn er alternatieven? Ja, die zijn er. En ik denk dat we met die alternatieven verder moeten. We hebben inmiddels een microgranulaten, startfosfaten. We kunnen met bladvoeding steeds meer. En we moeten daarin verder zoeken. Wat zijn die mogelijkheden? En alternatieven zijn er. En ik denk dat we die alternatieven moeten gebruiken. Helemaal naar nul. Denk ik dat het voor de biologische landbouw best al gaat. En als je dan zegt van ja jongens, moet luisteren, ik heb wel 20-35% minder, maar ik heb een 40-50% betere prijs. Dan is op de korte termijn is dat prima een verdienmodel te maken. Wat natuurlijk anders als we allemaal biologisch worden. Is het dan nog mogelijk? En we moeten, en dat is een heel andere zaak, ik denk dat we met z'n allen voor ons dagelijks eten betalen. Is natuurlijk een schijntje. Het is eigenlijk de sluitpost. Alleen, daar moet je ook weer met elkaar afspraken over maken hoe je dat gaat doen. En waarom zou je geen tax op consumptiegoederen gaan zetten voor het milieu? Kan ook, hè. Wordt altijd maar één keer. Je kunt ook de consument daarvoor belasten. Wat is er nodig voor het verhogen van de mestkwaliteit? Eigenlijk zouden we hier nog een stap daarvoor willen doen. Eigenlijk zouden we, veel veehouders die zullen denken van ja, je bent gek geworden. Eigenlijk zouden we eens moeten gaan nadenken van jongens, moeten we nog wel stallen bouwen waar we drijfmest hebben?
En er zijn tegenwoordig veel betere systemen, ook veel beter om die mest te bewaren. En als ik hier de gemiddelde akkerbouwer vraag, je mag kiezen tussen 20 ton drijfmest of 10 ton vaste mest, dan denk ik dat het gros van de akkerbouwer zal zeggen, laat die vaste mest maar komen. Ja? Nou, dat is niet voor niks. Volgens mij is dan wel het verschil dat je bij vaste mest, dat je al wel een heel groot deel organische stof toe hebt gevoegd. Ja. Dus eigenlijk zou je vergelijking moeten maken dat je dezelfde hoeveelheid aan mest aanvoert met vaste mest. Ja, maar een van de dingen die... Het is eigenlijk ja. Als je aan zakkenbouwen bent, een product van je eigen land, namelijk het stro. Ja. Je brengt inderdaad een stuk van de stro, breng je een enorm stuk koolstof terug. En als je dus de nutriënten die in stro zitten, die zijn zeer gering. Als je daarnaar kijkt, ja, dat is een koolstof-stikstofverhouding van 80 tot 90 staat tot 1. En nutriënten die er verder in zitten zijn heel weinig, dus het is heel weinig stikstof. Maar het is inderdaad die bodemvoedende waarde. En die bodemvoedende waarde die gaat met drijfmest. Niet alleen als het onder de staart vandaan komt, dan zit er een goede... Maar zodra het in de put komt, gaat dat nog een keer verder naar beneden. Want we verliezen in de put, in de opslag van drijfmest, verliezen we gewoon organische stof. Maar verlies je dat ook niet in de potstal? In een potstal veel minder, omdat je daar in een potstal is een proces waar de zaken zodanig, de anaerobiteit die daarin zit, heeft een veel groot, je drukt hem helemaal dicht steeds met een nieuwe lager op. En daar krijg je dus eigenlijk een anaeroob systeem. Terwijl mest wat in beweging is, mest staat nooit stil in een kelder, hè, is constant in beweging. En krijg je dus een veel grotere oxidatie. Waarom wordt een potstal dan hoger? Heb je nou, ik doe een microfoon even. Ik ga het opgenomen. U zegt net dat een potstal veel natuurlijker is. Alleen het punt is wel, waarom wordt dan een potstal hoger aangerekend met zijn ammoniakwaardes dan drijfmest? Ja, dat is een van de discussies die daaraan zit, is wat men direct meet boven een stilstaande pot. Ja? En een mestput die in beweging is. Een van de grootste problemen die we hebben is gewoon überhaupt het meten van ammoniak. Of dat nou in een meststal is. We hebben met Dreger, een bedrijf wat zich heel erg bezighoudt met meten van dit soort zaken, komen we steeds weer tot ontdekking dat ammoniak is zo'n moeilijk ding om te meten. En iets wat in compleet in stilstand staat, ja, is makkelijker te meten dan iets wat beweegt. Ik weet het verhaal en we praten er ook met mensen over, maar het is moeilijk om die zaak aan het rollen te krijgen. En daardoor krijg je gekke dingen, dan willen ze in drijfmest willen ze het aanzuren met zwavelzuur. En zwavelzuur, dat vreet je beton op, maar daar heeft niemand het over, dus dat die goed dan door de roosters heen flikkert, dat is nou jammer. Maar goed, dat zijn geen oplossingen. Dat zijn technische vernuften waar men denkt het probleem mee te tackelen. Ammoniak is... Je kunt met mest toevoegmiddelen, ook in een potstal, kun je de ammoniak significant verlagen. Dus daar zijn wel mogelijkheden. Alleen dat systeem heeft één nadeel. Het kost meer stro. Maar die bacteriën die dat doen, die willen vreten. En waar halen die bacteriën hun energie vandaan? Uit het stro. Die halen daar de koolstof vandaan. Dus die boer heeft meer stro nodig. En dan krijg je 9 van de 10 keer, ja, dan kost me nog meer stro, ga ik niet doen. Ja, het is maar net, waar kijk je naar? Goed. En dit is eentje. Produceren we droge stof of produceren we water? Produceren we aantallen of produceren we kilo's? Poters gaat er richting gelukkig uit in mijn belevingswereld dat we per aantal betaald worden en niet meer per kilo's. Ja. Er zijn ook nog heel veel tijden waar gewoon per kilogram product wordt verkocht en niet met het product van wat we werkelijk hebben geproduceerd. En als je dus kijkt als dat niet uitmaakt, nitraat is gewoon een wateraanjager. Hoe meer nitraat ik gebruik, ja, want nitraat werkt als in de cel van een plant als gif. En die moet dat omzetten naar een ammonium. Of uiteindelijk naar een amide, een NH2. Nou, de heren onder hier, als jullie, de dames die doen dat namelijk niet, maar de heren wel. Als jullie een avond flink zijn wezen stappen, ja, en je hebt flink diep in het glaasje gekeken, wat ga je de volgende morgen doen? Je gaat drinken, want je hebt dorst. Ja? Je gaat heel veel drinken. Nou, die plant is niet anders, hoor. Als jij die plant heel veel nitraat in zijn cellen jaagt, die krant die krijgt dorst. Maar die wil het lichaam, en ook een plant, alles de beste, wat je het beste kunt doen met vergiftigingen, is verdunnen. Ja, maar anders kan het lichaam niet uit. Die plant die gaat ook doen, die gaat verdunnen. Die gaat water aantrekken. Nou, en dan krijg je wel kilo's. En daarom en hetzelfde wat het doet, is chloor. Chloor is ook gif voor de plant. Dus jongens, als ik maar kaliumchloride gooi, ja, op die aardappel, die komt de plant in die chloride, dat moet verdund worden, dus ik trek meer water in, onderwatergewicht gaat naar beneden.
doel bereikt. Bacteriën dood, ja, maar ik heb laag onder watergewicht. Maar plantenfysiologisch klopt er, technisch kan het, plantenfysiologisch klopt er niks van. Doe ik het met kalisulfaat, is duurder, heb ik niet het effect van het onderwatergewicht verlagen. Dus dat is het spel waar ik in het begin ook bij begonnen, met die cirkel. Iedereen heeft zo zijn eigen agenda eraan. Ja, en jullie zitten er middenin, want in het midden van die cirkel had ik gezegd kunstmest, maar eigenlijk kan ik jullie wel uit die bovenste cirkel vandaan halen en er midden tussen zetten, want zijn jullie die midden in die cirkel staan. En ik denk dat er maar één manier van jullie allemaal samen is om al die cirkeltjes te beïnvloeden, en dat is samen als landbouw één geluid laten horen. Als we dat niet doen, worden we gewoon uitgespeeld. Geldt voor de melkveehouder, geldt voor de akkerbouwer, geldt ook voor de tuinbouw. En goed, dan heb ik het cirkeltje rond. Oh nee, ik had er nog één. Dat is ook zo'n ding. Ja. Gaan we elementen telen. Ja. Kijken we ook nog een keer naar de inhoudstoffen van het voedsel wat we eten. Ja. De appel van 19, moet ik even weer denken, wat was het? Ik geloof dat het van 1960 was. En de inhoudstoffen van de appel van nu, dan moeten we 4 appeltjes eten tegen 1 appeltje. Dan moeten we nu 4 appels eten tegen 1 appel van 1960. Als we naar de inhoudstoffen aan spoorelementen gaan. Is dat positief? Nou, ik denk het niet. En dat komt ook door onder andere. Dus ook daar zullen we eens naar moeten kijken. En dat geldt ook voor de aardappel. Hè? Daar zit ook het aantal nutriënten wat erin zit. Met kunstmest groeien gaat het nutriëntenconcentratie in je gewas gaat naar beneden. En dat zal zonder meer een effect hebben om onder andere de pootgoedkwaliteit. Maar we kijken er veel te weinig naar. Goed. Ja, hij heeft wat. Hij zegt van ja, moet stoppen zeker. Ja, zie je wel. Hij wist dat ik 10 uur was. Goed. Bedankt voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie er nog eens een keer over na kunnen denken, want dat was eigenlijk mijn doel. Ja. Ik heb voor jullie, als jullie weggaan, liggen achter bij aan die kant ligt een stapel kranten. Ja, mag je allemaal eentje van mij nemen. Daar staat heel veel in over onderzoek wat we de laatste jaren gedaan hebben en waar we ons als bedrijf mee bezighouden. Meneer de voorzitter, ik hoop dat ik aan mijn opdracht een beetje heb kunnen voldoen. Nou, Thijs, technisch en qua inhoud natuurlijk ook fantastisch. Maar ik weet zeker dat hier in de zaal nog wel een paar mensen zijn die denken, dit wil ik gewoon nog even vragen. En ik wil vanavond, we zouden 10 uur zeg maar afsluiten. Maar er waren net een paar die hadden toch een vraag die wouden stellen. Ik wil hier in de zaal nu de gelegenheid stellen om een paar vragen te stellen. Dus jullie krijgen niet allemaal de ruimte. Ik zie hier al 1 vinger naar boven gaan. We pakken er een paar. De huidige MET-wetgeving, hè, geeft u wel genoeg ruimte voor de inzet van veel meer dierlijke mest op akkerbouwbedrijven? Nou, als je dus op de huidige mestwetgeving kijkt, vind ik dat die veel te eenzijdig is. De huidige MET-wetgeving is een technische wetgeving. Ik vind het ook jammer dat wij de hele problematiek in de land- en tuinbouw momenteel van de technische kant zoveel mogelijk benaderen. Ja? En daarmee is in mijn probleem, doen we dus een aantal takken tekort. Als ik dus naar een technische benadering kijk van de mestproblematiek, dan praten we niet over de energie die nodig is om bodemleven bijvoorbeeld aan gang te houden. We zitten alleen met de rekentjes met getallen en we moeten binnen een bepaalde getallenstructuur geven. Het zou veel verstandiger zijn, naar mijn belevingswereld, maar het is mijn mening. Dus ik wil niet zeggen dat het, u mag zelf bepalen wat u ermee doet. Maar het zou veel leuker zijn als we een kader kregen waar we binnen ons kunnen bewegen. Want dan krijg je namelijk ook innovatieve nieuwe ideeën. En die mogelijkheden zijn er niet eens. Ze beperken je doordat de regels zijn zo strak. Ja, je kunt niet links en je kunt niet rechts. Dus je kunt ook geen nieuwe dingen proberen. Als ik kijk wat er nu weer voor wetgeving op ons afkomt over het vervoer van organische reststromen. Ja, dan denk ik, jongens, elke mogelijkheid nu om op een andere manier naar bodemvoeding te kijken, die wordt hiermee getorpedeerd. Zit binnen de wetgeving, wordt wet. Ook daar weer moeten we dus, en dat vind ik als landbouw, moeten we zelf ook proberen buiten die kaders met de overheid in gesprek te gaan. Geef ons mogelijkheden en laat ons zien dat we het kunnen. En geef ons niet regel waar we moeten ons onderhouden en we kunnen verder niks. We gaan even verder, Jan. Ja. Ja, pak eerst die maar even anders. In hoeverre moet je zeg maar dierlijke organische meststoffen en overige organische meststoffen ook zien als zouten? Het hangt en kijk, als jij op een gegeven moment een gewas wat net gegroeid is, een jong gewas, als je dat op een gegeven moment gaat door een dier heen gaat brengen, ja, voer, dan wordt dat die voedingsstof wordt ontleed. En die zal het lichaam een gedeelte verlaten als opgeloste stoffen via de urine en niet oplosbare stoffen via de feces. Ja, nou, als je die twee dingen kijkt, dan is de urine inderdaad zijn zouten.
En de urine die een koe verlaat, is een groot gedeelte is ureum. En een gedeelte zijn ammonium en kalizouten. Want kali wordt namelijk niet in organische verbindingen vastgelegd. Nu is het wel zo, kom ik op stro en ik maak er een potstal waar microbiologie bezig is. Dan maak ik van mijn groot gedeelte van mijn opgeloste zouten, die ontzilt ik weer door het microbiële leven die tot terug maakt dat organische stof. En in de drijfmestkelder gaat dat helaas niet. Dus daar liggen wel mogelijkheden, maar niet via de drijfmest. Ja, dan moet je toevoegstoffen doen, dan kun je ook wel wat doen. Maar dat is in verhouding veel minder. We gaan even hier verder. Het antwoord is dus dat het drijfmest en zout zijn. Kees van der Bos. Een gedeelte van de ammonium en een gedeelte van de kali in de drijfmest blijft een zout. Ja. Nou, u hebt mijn vraag al gedeeltelijk beantwoord, denk ik. Maar wij zijn vanaf 2002 al bezig met een groot gemengd bedrijf. En wat ik zie aan de bodem, kwaliteit van het bodemleven, aan de structuur. Wij gaan op de retour. En zolang de melkveehouders, de gangbare melkveehouders, het systeem behouden zoals ze dat hebben, dan gaat het samenwerken tussen akkerbouwer en de melkveehouder gaat steeds moeilijker worden. Ja. Ik denk niet dat je dan voor pootgoed de juiste structuur krijgt. Als je dan iets meer wilt, dan denk ik bij de verjuridisering van maatregels aangaande mineralen. En alles wat erbij komt. Dus zeg maar procedures tegen RVO, die komen onder het strafrecht, zoals het nu lijkt. Ja. Als dat doorgaat, dan kun je in dit soort samenwerkingsverbanden, moet je eigenlijk concluderen dat je weer terug naar af moet. En dat kan eigenlijk nooit de bedoeling zijn. Ja. Maar ik zie voor de komende 10 jaar, die processen gaan zo lang, ik zie voor de komende 10 jaar daar geen verandering. Nou, ik snap je, ik begrijp je zorg er ook over. En als ik de ontwikkelingen ook zie. En een van de dingen die we daar. Eigenlijk moeten we ons heel goed. De awareness moet eigenlijk daar zijn. Dat als we niet als landbouw, als groep. Ons lobbywerk daar gaan doen. Wordt er voor ons geregeerd. Dus ik pleit er nogmaals voor. We zullen eigenlijk daar tijd en energie moeten steken. Dat ons geluid gehoord wordt. En het is nu. De landbouw heeft een heel. Gespreid divers geluid. We hebben geen één geluid. We hebben allemaal verschillende geluiden. En onze voormannen die... dan ga ik een richting uit, daar moet ik eigenlijk niet over beginnen. Maar laten we zo zeggen, zorg dat je je vereent. Want dan heb je kracht. Dan heb je ook zeggenschap daar. En zorg dat je de ideeën... Het kan niet zijn in wetgeving en regelgeving. Het kan nooit zijn dat we allemaal het onderste uit de pan krijgen. Ik woon in Engeland, kijk eens wat voor ellende we daar hebben. Ja, iedereen wil dat onderste uit de pan. We hebben niks. En ze zijn al een jaar niet aan het regeren en het kost alleen maar geld. Want we willen, in plaats van dat je nou met elkaar zegt, jongens, moet luisteren, er zijn een aantal essentiële dingen die moeten we boven water zien te krijgen. Maar dan moet je wel samen aan die kar trekken. Maar anders wordt er met je gespeeld. Ja. Dankjewel. We hebben nog 2 vragen gesteld die ik net zag. Die wil ik de ruimte nog geven. Andries, als jij naar Martin Scholders wil lopen, Marcel Scholders wil lopen, dan pak ik deze vragen stellen hier nog even. Volgens mij had u een vraag, of niet? Ja, Marcel. Mag ik eerst? Het proces wat in die potstal gebeurt, zou je dat ook op de grond kunnen laten doen en dat in de herfst? Ja, je kunt het systeem van een potstal, dat is eigenlijk een anaerobe fermentatie. En een anaerobe fermentatie kun je in wezen doen als je dat een hoop maakt van de materialen, van alle materialen die maar ongeveer die voldoende koolstof en stikstof bevatten, door dat met microbiologie te mengen, een kleed erover te laten doen. En dan moet je dat 1 week of 8 laten rusten. En dan heb je dus eigenlijk hetzelfde, doe je hetzelfde met een potstal. Dat bedoelde ik nou net niet, maar als jij een tarwestoppel de stro verhakselt. Ja. En daar een drijfmest over. Nee, dat werkt anders. Want dan ben je aeroop bezig. Zit je dus in volledige zuurstof. En dan heb je een andere groep bacteriën die zich over de mest en het stro gaat behattigen. En dan krijg je dus geen rijping van het stro. Daardoor krijg je toch veel meer stikstofverlies. Koolstofverlies, sorry. Ja. En dus je moet eigenlijk, als je dat buiten doet, is een eer. Je moet eigenlijk zorgen dat het een proces is waar de zuurstof niet bij komt. En toch. Laat me het zo stellen. Melk. Ja? 1 liter melk of 1 liter yoghurt. Die zijn beide van 1 liter melk gemaakt. Het enige wat je doet, ik doe wat bacteriën bij de liter yoghurt. En ga je nou met die beide stoffen, al hoe gek het ook klinkt, ik ga naar een calorimeter.
dan blijkt dus dat in yoghurt per 100 milliliter zit meer energie dan in melk. Dat is anaeroop verteerd. Dat is een anaeroop omzetting. Dus je ontsluit energie, waardoor die energie makkelijker... Laat ik die beide een week staan en een week kun je nog de yoghurt eten. Die is niet gaan rotten, maar die melk die drink je niet meer. En ga je hem dan aan energie meten, dan is die energie in die rotte melk is wel met 30-40% naar beneden gegaan. Nou, zo moet je dat... Pak even een ander voorbeeld, omdat het misschien iets beter dat de verbeelding leidt. Maar dan zie je de verschil. Niemand kan mij nog steeds niet verklaren waarom er in 100 milliliter yoghurt meer energie zit dan in 100 milliliter melk. Het enige wat je toegevoegd hebt zijn wat bacteriën. Ik denk een supermooi voorbeeld. Iedereen snapt volgens mij perfect wat je bedoelt. Ik wil naar de laatste vragen stellen toe voor vanavond. Het is eigenlijk hetzelfde als dit. Maar hoe krijgen wij een aerobe mest op het land? Want al die zuurstofloze mest die je ook nog een keer injecteert, de wormen komen boven blijven. Ja. En die gaan hartstikke dood. Ja. Wanneer heb ik goede mest? Je kunt... Als je anaerobe mest hebt, heb je dan wel een volwaardige groei van je eiwitten in je vrucht. Ja. Met zicht op volksgezondheid. Je kunt met fermentatie, krijg jij als bodemvoeding, een gefermenteerd product als bodemvoeding, ja, dat heeft zijn eerste omzetting gehad. Dus dat is door de microbiologie gebeurd, die heeft dat eigenlijk uit elkaar getrokken, dat het makkelijker verteerbaar wordt. En als je dat materiaal op de grond brengt, dan zie je dus dat het bodemleven daar sneller op kan reageren en zich ook sneller vermenigvuldigt. Wil je nou een truc om daaraan toe te doen, en je hebt een gemengd bedrijf en je hebt tarwe bijvoorbeeld, ja, en je wilt niet die mest over de tuin, je wilt dat niet aeroop gaan doen, dan kun je dat ook anaeroop doen. Je kunt die mest, die kun je mengen met drijfmest. Doe je hetzelfde trucje weer met microbiologie. Je sluit hem af, je laat hem fermenteren. En dan krijg je dus een veel betere kwaliteit mest op je land dan dat je hem met drijfmest doet. En je krijgt ook het slempgevaar niet. Maar hoe krijg ik die mest die ik ontvang? Hoe krijg ik die beter? De mest die je ontvangt, je hebt het over drijfmest die je ontvangt van een bepaald bedrijf. Nou, dan is er eigenlijk maar één methode, en dat is een hele oude methode. Ja, die wisten ze 200 jaar geleden al. Je kunt namelijk die mest, die kun je behandelen met, toxinebinders, zo moet ik het zeggen. Die ga je met toxinebinders, zodat je mest niet gaat rotten en je doet er bacteriën bij. Dan ga je in wezen in die put ga je fermenteren. En dan krijg je een veel betere kwaliteit mest thuis dan dat is gaan rotten. Want mest, de combinatie van zout... reinigingsmiddelen en penicilline die in die mest komen, die komen allemaal in die put. Want ook al die boer die zijn penicillinemelk niet in de melkput gooit, die koe die kakt en plast, dus dat komt er ook in. Dus daar komt penicilline in. Dat houdt in dat je cultuur in die put die gaat over naar rotting. Dat ruik je ook vaak, veel ammoniak. Je kunt ook die anaerobe put kun je ook laten rijpen. Maar dan moet je vroeg beginnen, door die toxische stoffen kun je bufferen met een soort noorrit en je kunt bacteriën toevoegen. En dan krijg je aan het fermenteren, dan krijg je een veel betere kwaliteit mest. Die stinkt ook niet. Dus je hebt geen ammoniak. Maar daar kun je wel. Alleen moet je een goede samenwerking hebben met degene waar je die mest vandaan krijgt. Want die man die zijn mest moet verkopen, ja, die verkoopt het niet, maar die moet geld toegeven. Hè? Dan moet je tegen iemand die geld toe moet geven, die de mest dan moet zetten, je moet er ook nog zoveel euro in gooien om die mest te verbeteren. Dan zeg je, ja, doe dat zelf maar. Dus dan moet er een samenwerking komen. Ja? Jan, dankjewel. Ik kom even naast je staan. Dan zijn we volgens mij allebei in beeld op het scherm. Bedankt voor wat je allemaal hebt gepresenteerd en hoe je de zaal hebt geprikkeld. De allereerste vraag natuurlijk, waar je ook mee begon met het thema, is kunnen we zonder kunstmest? Ja, ik denk dat je die heel mooi inderdaad hebt weggezet. De biologische sector is er natuurlijk het voorbeeld van. Maar dan hebben we wel genoegen te nemen met 20-25% minder opbrengst. Wat je de hele tijd terug hebt laten komen, en ik denk dat dat ons ook wel aan het denken zet, en ook mensen zeg maar, die wel rollen kunnen spelen in het proces, dat is die kennis. Wat we vroeger op school hebben geleerd, daar zeg je eigenlijk continu, we passen het wel toe, er is wel effect, maar het klopt niet. Want als jij gaat analyseren, ook met die proefvelden, et cetera, zie je gewoon dat je het toch anders kunt doen. En eigenlijk zouden we daar veel meer op moeten inzetten qua onderzoek. De overheid heeft daar een rol in, en het gebeurt te weinig. En dan moeten we denk ik met elkaar ook eens naar kijken van hoe kunnen we dat doen. Je hebt het wel aangejaagd, maar de kunst is natuurlijk hoe zetten we met elkaar die volgende stap. En er moet eenheid zijn. Nou, die eenheid dat is ook een uitdaging in de sector. Maar met elkaar hebben we die mogelijkheden wel en ik hoop dat we daar wat mee gaan doen en kunnen.
In ieder geval heb je denk ik de zaal goed aan het denken gezet. Ik hoop dat er een aantal ook daadwerkelijk eens gaan nadenken van goh, ga ik eens op het perceel iets minder doen door de tijd heen. Ga ik toch stiekem mijn eigen proefveld wat uitzetten. Want inderdaad, die theorie in de praktijk, dat komt niet overeen. Ja. Je hebt wat materiaal achtergelaten. Je bent denk ik zometeen ook nog aanspreekbaar. Als NISCO gaan wij hier ook mee verder. We hebben bodem ook als een thema gezet dit jaar. Ook bijvoorbeeld in studiegroepen met kringlooplandbouw, et cetera. Als jullie daarin deelnemen, dan wil NISCO daar ook een bijdrage in leveren. Ook om deze kennis zeg maar volop te ondersteunen. Ik wil jou bedanken, Jan, voor je presentatie. We hebben een kleinigheid. Hele lange anaeroop gerijpte wijn. Dankjewel. Met de welbekende bako van NISCO. Mocht je in de problemen zitten, dan heb je een sleutel die altijd past. Ja. Dus dat komt goed. Bedankt. Graag gedaan.